In 2010 echter werd mijn compagnon, mijn, mijn uh, ja, die kreeg wat gezondheidsklachten. Die, die, die had toch moeite met de groei, dat het allemaal zo snel ging. Dat we heel veel mensen aannamen. Dat moet je ook liggen. Hè? Ik bedoel, je hebt mensen die houden van veel mensen om zich heen. En je hebt mensen die het liefst wat kleiner en gecontroleerder houden, uh, denk ik. Ja, en dat was, dat was voor mij wel echt een keerpunt in de hele ondernemerscarrière. Ook dat het niet alleen maar uh, koekenij was, maar dat er ook gewoon wel, ja, veel, wel andere fases. Uh, konden komen kijken. Mm -hmm. Hij is twee jaar later ook uitgestapt, dus ik uh, ook uitgekocht uit het bedrijf. En dat waren twee jaren waarin ik echt wel met mezelf geconfronteerd werd, want ik moest met het bedrijf alleen verder. Dames en heren, welkom. Een nieuwe aflevering vandaag weer van Schouders eronder. En wel een, uh, een hele bijzondere. Tegenover mij vandaag zit Marco Arning. Yes. Welkom. Een man uh, waar ik uh, vanaf het begin van mijn uh, starten van het ondernemen al, uh, al tegenop heb gekeken. Toen ik in Amerika zat, begon ik, zoals velen van jullie weten, met het ondernemen of het kijken naar ondernemen. Heel veel filmpjes gekeken van waar ik moet starten, hoe ik dat moet doen. Toen kwam ik op een gegeven moment bij een uh, video van uh, vermogens in, uh, in Nederland uit, volgens mij. Uh, daar toen destijds super veel inspiratie uitgehaald. Altijd op de voet een beetje blijven, blijven volgen. En. Uh, ja, ik kan wel zeggen dat ik mede doordat uh, ik Marco gevolgd heb, uh, ben waar ik nu ben. Dus ik uh, kijk enorm uit naar, uh, naar deze podcast. Mooi compliment, dankjewel. Graag gedaan. Graag gedaan. Um, ja, kleine intro voor jou. Begonnen met de uh, drukwerkdeal uh, vanaf je zolderkamer, zoals dat overal zo mooi uh, ja. geschreven staat. Door je scriptie. Um, en dat in 2014 verkocht. Ja. 24 miljoen. en Vanuit daar uh, een beetje gaan investeren, bedrijven gaan helpen met start-ups. Wat toch niet helemaal beviel uh, zoals je dat graag uh, nee. voor ogen had. En toen uh, begonnen met, uh, met print.com. Ja. En uh, daar ben je nu een jaartje of vijf mee actief. Ja, als 2018, het ja 2018 Ja, 2018 begonnen Ja. ja. Mooi. Ja. Top. Ja, dat is mooi. Want iedereen zegt altijd vanuit, vanuit de scriptie, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Uh -huh. Ik begon vanaf de markt, want ik verkocht... Uh, ik verkocht al heel vroeg, toen ik twaalf was, verkocht ik koffie op de markt. Dat was tegenover ons huis. Het Marktplein werd er elke donderdagochtend opgebouwd. Ja. Die mensen die hadden geen horeca, dus ik ging altijd kannen met koffie brengen. En dan kreeg ik uh, een gulden voor een uh, kopje koffie. Ja. Nou, zo bleef ik mijn hele leventje eigenlijk een beetje bijbaantjes houden op uh, de markt. En, uh, op het laatst werkte ik uh, heel wat jaren bij uh, de gordijnenman, De welbekende? Ja, ja. Nou, de welbekende hier in de regio. Ja. Ja. En wij verkochten gordijnen op de markt. Dat is eigenlijk een heel raar product, want mensen komen absoluut niet voor, uh, voor gordijnen naar de markt. Jaadje of vis of fruit, eh, nou ja, noem het maar op. Dus het was altijd heel lastig om dat product aan de man te brengen. En Wilfred, die leerde me eigenlijk al heel jong van Marco: ga dan nou maar gewoon met die mensen een relatie aan. Het zijn iedere week dezelfde mensen die langskomen. Zorg ervoor dat die mensen jou leren kennen. Dus maak een opmerking over een hond, over een mooie jas, over een sjaal, noem het maar op. Maar zorg ervoor dat je een klik met die mensen krijgt. Bouw die relatie op en dan komt er vanzelf een moment dat ze gewoon denken: ik heb gordijnen nodig. Ik ga naar die jongen die elke week met mij dat gesprek gaat. Mm -hmm. Vanuit dat punt uh, vroeg Wilfred mij een keer een website voor hem te maken. Uh, 2005, MKB ging online. Ja, dat, was, uh, ja, dat was in die tijd helemaal rot, natuurlijk, dat je een website moest hebben. Mijn broer maakte websites, dus ik kon dat een beetje afkijken. Ik maakte een website voor Wilfred, voor de gordijnenman. En hij had visitekaartjes nodig om die website te promoten op de markt. En daar begon eigenlijk mijn, uh, mijn avontuur van drukweekdeal.nl. En toevallig deed ik Small Business en Retail Management. Uh, een studie waarbij ik. De vrijheid kreeg om zoveel mogelijk bij bedrijven binnen te krijgen eh, kijken en op die uh, manier met punten te halen dus geen toetsen, geen les, hele mooie studie. Vooral als je dat ondernemerschap ambieerde, Ja, en toen kwam ik in aanraking met met, met visitekaartjes die gewoon heel veel geld kosten mm -hmm. en daar begon mijn zoektocht naar goedkoop drukwerk. Ja. Dus eigenlijk kwam die scriptie daarna pas, maar het zat altijd heel leuk want het wat dat geprofiteerd alsof het een mm -hmm. afstudeeropdracht was, maar het begon al iets eerder. Ja, mooi verhaal. Als we het helemaal terugpakken naar het begin. Dat is ook dat stukje van wat ik uit vermogens in Nederland zo, uh, zo interessant vond. 12-jarige leeftijd uh, koffie gaan verkopen voor een ja. euro bij, voor de mensen op de markt. Die toen, uh, omdat de restaurantjes nog dicht waren, daar geen bereik tot hadden. Ja. Dat klinkt voor jou als heel normaal. Maar ik weet ook heel, veel, heel erg zeker dat heel veel jongetjes ook... Want op twaalfjarige leeftijd niet dat idee verzinnen om dat te gaan doen. Nee, nou dan moet ik eerlijk zijn, dan heb ik niet zelf zo'n, want dat okay. deed mijn broer al. Okay, okay. Dus wij namen dat eigenlijk over. Het was ja. een soort van uh, family business, kan ik wel zeggen. Mijn broer heeft dat ooit bedacht, denk ik. Um, maar kijk, ik vond dat hele marktleven wel heel indrukwekkend. Die vrijheid, het verkopen op een plein, altijd andere mensen je best moeten doen om contact met mensen op te bouwen. En ja, dat, dat, dat intrigeerde mij wel heel erg. Als je teruggaat, ik wilde eigenlijk piloot worden, maar toch heeft, heeft dat marktleven mij gewonnen. De handel en dergelijke ja, heeft mij toch meer getrokken achteraf dan, dan de Koninklijke Luchtvaartschool. Mm -hmm. Alhoewel ik wel van plan was om die studie te gaan doen, maar in die tijd moeilijk om, om een baan te krijgen in de luchtvaartsector. Het werd aanbevolen om ook een andere studie te doen. In ieder geval als je dan een lening afsloot bij een bank om je, om je studie tot piloot te volgen. Dat je ook aan het werk kon en je lening kon afvertalen. Dus ik ben eerst Small Business en Retail Management gaan doen. in mm -hmm. het En eigenlijk met de gedachte om daarna de KLS te gaan doen. Ja. Maar goed, toch, uh, toch uiteindelijk uh, tijdens mijn studie het bedrijf Drukwerkdeal opgericht. En uh, eigenlijk nooit meer uh, ervan afgekomen. Dus. Nee. Want hoe, waar, waar komt dat handelen een beetje vandaan? Want het is niet zo dat jij echt uit een, uh, uit een ondernemend gezin bent, wat je jezelf ook al aan had gegeven. Je vader was gewoon een super hardwerkende man, ja. Uh, ja. maar geen ondernemer. Waar is dat een beetje vandaan gekomen bij jou? Bij ons in de familie zaten wel wat ondernemingen. Aan mijn moeders kant een aantal winkels en aan mijn vaders kant ook wel uh, bedrijven. Uh, aan in kunst of ramen, wel bekend hier in de omgeving. Ja, zeker. Daar zat mijn vader in het begin ook bij. Uh, nee, wij, wij, wij hadden gewoon een hardwerkend gezin. En misschien uh, integreerde me daarom ook juist zo. Uh, hoe het ook op een andere manier kon. Dus ik keek altijd wel heel erg op tegen ondernemers. Uh -huh. Het ligt ook wel heel dichtbij dat piloot zijn, hè? het pakken aan, verantwoordelijkheid hebben voor veel mensen en uh, toch een bepaalde status hebben. ofzo Dus ergens heeft me dat ook wel getrokken. Maar ja, dan nog moet die handelsmentaliteit erin zitten en die zat er altijd wel in. Ik was altijd wel bezig met geld verdienen, met handeltjes. Toen ik heel jong was, uh, als we een feestje hadden, een bruiloft, uh, noem maar op, dan waren we altijd met mensen op die bruiloft aan het gokken. Mijn neefje en ik uh, met muntjes en op allerlei manieren geld verdienen. Ja. Dus die, 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 ja, die handelsgeest die zat er altijd wel in. Mm -hmm. Ja, die komt dan tot uiting. Dat is natuurlijk voor ons allemaal ook vrij makkelijk in een tijd waarbij je voldoende middelen hebt hè, in de vorm van media, internet en noem maar op om, om een bedrijf te beginnen. Ja, dan, dan is dat ook wel voor de hand liggend als dat ja. ergens uh, in je zit. Tof. En toen op een gegeven moment ben je, ben je begonnen op de markt bij de welbekende gordijnenman. Ja. Uh, hoe lang heb je dat precies gedaan? Ik denk wel een jaar of acht. Uh, ook nog tijdens uh, het begin van Drukverdiel toch nog wel een, nou, ik denk nog wel een, twee, misschien... Tweeënhalf jaar erbij gewerkt, ook bij de gordijnenman. Dus vaak twee, drie dagen in de week uh, gordijnen verkopen en uh, ook veel bij mensen thuis ophangen. Mm -hmm. Dat vond ik vooral heel leuk. Want dan kwam je bij allerlei verschillende mensen altijd weer een ander verhaal. Uh, ja, mensen die je relatief weinig gaf. Met toch enorme huizen en enorme bedrijven en verhalen erachter. Dat je altijd denkt van, Yo, heb ik helemaal verkeerd ingeschat. Mm -hmm. Dus dat heb ik best nog wel lang gedaan. Ook omdat ik het gewoon heel erg leuk vind. En ook omdat uh, dat Wilfred uh, ja, was ook wel. Een soort mentor, een soort vriend van me, in plaats van dat hij mijn werkgever was. Dus mm -hmm. het, het was ook niet echt werk, het was ook gewoon heel erg leuk om, ja. om te doen. Voor de mensen die luisteren, Wilfred is de, is de, de, de grote baas van de ja, man. Eh, eh. um, dus dat heb je een jaartje of acht gedaan. Toen ben je um, in die tussentijd ook al begonnen met het drukwerkdeal tijdens, uh, tijdens je studie. Ja. ja. Wat, wat deed je met het uh, drukwerkdeal? Want we hebben het al een paar keer benoemd. Dus ik ja. denk, mensen zijn benieuwd wat het, uh, wat het inhoudt. Ik werd natuurlijk door de gordijnen op pad gestuurd van regel even visitekaartjes voor me. Dus ik ging naar een lokale drukker toe, ik stap daar binnen. Ik zeg, joh, ik kom me voor wat visitekaartjes. Zo bleu als ik was. Uh, een jaartje of 17, denk ik. Mm -hmm. En ik werd eigenlijk niet echt geholpen, niet echt aangekeken. Er werden ook geen vragen gesteld van joh, waar kom je vandaan? Wie ben je dan? Bij welk bedrijf werk je. Er was helemaal geen interesse om visitekaartjes te verkopen. Het enige antwoord dat ik kreeg, was uh, 500 stuks, 150 euro. En ik kreeg nog een beetje door wat voor papiersoort je dan kreeg. Maar dat was het ook. Dus ik ging eigenlijk met de staat tussen de benen de deur uit. Na een volgende drukkerij, toen hoopte ik eigenlijk dat ik daar wel goed geholpen zou worden. Maar ook daar gebeurde dat niet. Ook daar gewoon op dezelfde manier, een beetje een, een schimmige blik: van wat kom je doen? Uh, we hebben we niet zoveel zin in, we hebben geen tijd. Uh, nou, hetzelfde verhaal, 150 euro, 500 kaartjes, dat was eigenlijk heel normaal. Maar ik dacht zo'n klein stukje papier, zoveel geld, ongekend. Dus nou ja, voor mij zat er eigenlijk niks anders op dan. Uh, ik durfde niet meer bij drukkerij naar binnen, want ik voelde me eigenlijk gewoon echt een uh, snotneus. Was ik ook, mm. maar zo voelde ik me ook echt. Ik ben gewoon een mailtje gaan maken. Wat kostte 500 visitekaartjes. Die heb ik naar 800 adressen gestuurd die ik online kon vinden. Duitse drukkers, Poolse drukkers, Belgische drukkers, noem het maar op. En in de dagen daarna kreeg ik allemaal offertes toegestuurd. En er zat één drukkerij in Zuid-Duitsland tussen en die vroeg 50 euro voor precies diezelfde visitekaartjes. Hetzelfde papiersoort, hetzelfde aantal. Toen dus dacht ik, dat is interessant. Dus ik belde die man op. Ik zeg, nou lever die kaartjes maar een beetje snel graag. Want ik heb er al veel te lang erover gedaan om, om naar de juiste prijs te zoeken. Toen zei hij is dus Prima, je kunt ze over zes weken afvaren. Ik zeg: Zes weken. Ik zeg: Voor een paar visitekaartjes. Dus ook dat, ja, dat klopte gewoon niet. Die, die markt stak gewoon heel vreemd in elkaar. Het was veel geld, lange leeftijden. Ik dacht: Dat kan niet kloppen. Dus hij zei: Joh, ik wil je dat wel uitleggen waarom ik zo goedkoop ben en waarom die leeftijd zo lang is. Dan moet je hier naartoe komen. Dus ik ben gewoon 600 kilometer de grens overgereden met mijn bestelbusje. Visitekaartjes <laughs> ophalen voor Wilfred. En die man die liet mij een drukpest zien en hoe dat dan werkte met een groot drukvel. En. Hij zette uh, niet één klant op het drukvel. Normaal als je naar de drukkerij gaat en je bestelt briefpapier, dan staat alleen jouw briefpapier erop. En dan gaat dat door die pers heen. Die gaat dat drukken. Die pers wordt weer schoongemaakt en, en klaar. Het briefpapier wordt gesneden. Maar hij wachtte net zo lang totdat hij een heel drukvel kon vullen met allemaal visitekaartjes van verschillende klanten. En er gingen 56 klanten op een, uh, op een drukvel. Dus hij had gewoon 56 klanten nodig voordat hij die drukpers aanzette. En dan deelden die klanten met elkaar de kosten van het drukken, het wassen van de pers. Snijden, et cetera. En daardoor konden die visitekaartjes voor een derde van de prijs leveren. Alleen duurde zes weken voordat hij 56 klanten had gevonden. Toen dacht ik, ja, als je dit op internet zet, dan heb je iedere week gewoon 56 klanten. En zo gezegd, zo gedaan. Drukweerdeal.nl was geboren. Ze hebben standaard drukwerk online gezet wat eigenlijk ieder bedrijf al nodig had. Dus visitekaartjes, briefpapier, flyertjes, foldertjes, posters, één papiersoort. En gewoon maar een, een, een bepaald aantal oplagen. Dus 500 stuks, 1000 stuks, 2500 stuks. Mm -hmm. Meer keuzes had je niet. En daardoor konden wij combinaties maken. En heel snel gingen die leeftijden bij ons van drie weken naar drie dagen, naar soms wel iedere dag. Dus gewoon naar een next-day levering. Omdat wij gewoon heel veel volume binnenhaalden. Omdat we goedkoop waren. Heel snel konden leveren. En iets deden wat gewoon nieuw was in de markt. Online drukwerk aanbieden. Voor heel weinig geld. Ja, mm -hmm. Dat ging als een lopend vuurtje. En hoe, hoe heb je dan in het begin al gelijk? Uh, die klanten benaderd? je was de eerste die echt online goed zichtbaar was. En uh, die klanten op die manier ook, denk ik... Heb je die op die manier ook binnengehaald? Via de online manier? Want niet iedereen zat nog op het internet destijds. Nee, we hadden, we hadden uh, één groot voordeel. We waren natuurlijk nieuw. Dus als je nieuw bent, wordt er over je gepraat. Het nadeel was dat er heel slecht over ons gepraat werd. Want iedereen zei, ja, dat kan niet wat die jongens doen. Je kunt niet voor 50 euro een visitekaartje leveren... die normaal 150 kost. Dus dat mm -hmm. is papier uit China. Dat zijn... Medewerkers uit Sri Lanka, dat is uh, rotzooi uit Polen, er dus stonden allerlei indianenverhalen verhalen over ons op internet. Mm -hmm. Maar wat die partijen, vooral drukkerijen die zich bedreigd voelden, niet door hadden, is dat hoe meer ze over ons gingen schrijven en hoe meer ze over ons vertelden, hoe meer klanten toch wel nieuwsgierig werden van. Ja. Maar hoe doen ze dat dan? Mm -hmm. Laten we maar een keer voor 50 euro een paar visitekaartjes bestellen en kijken of het echt zo slecht is. Mm -hmm. Ja, en als ze het dan uiteindelijk bij ons gingen bestellen, dan zagen ze dat het dezelfde kwaliteit was van, uh, als dat de lokale drukkers ze zou leveren. Dus uh, ja, het was vrij makkelijk om mensen te overtuigen van, ja joh, de kwaliteit is hetzelfde, dus bestel gewoon bij ons. Wij doen het alleen op een andere manier, het proces is anders. Nou, we hadden zelf een website in elkaar geknutseld. Uh, het logo in elkaar geknutseld, alles was echt wel vanuit het zolderkamer met je eigen bouw. Uh, langzaam wordt dat allemaal natuurlijk wel professioneler en dan krijg je ook professionelere klanten en dan krijg je ook grotere klanten en ook grote bedrijven die in één keer bij je gaan bestellen. Mm -hmm. ja, en zo bouwden dat bedrijf eigenlijk heel snel op. Puur omdat we iets vernieuwends deden voor een lage prijs, snelle leeftijd. Het ja, was, uh, was echt een lopend vuurtje op een gegeven moment. Ja, mooi is dat. Want hoe is die transitie daarin? Want ik, ik weet ook nog dat jij dat je wel hebt aangegeven van ja, we gaan in het begin vanaf moment één gaan we gewoon echt een kantoor huren. Want als je een kantoor huurt, dan heb je kosten en dan moet, ja. je, dus, dan moet je dus geld maken. Ja. Uh, hoe is die fase gegaan van oké, okay, we gaan nu kosten maken om geld te maken. Van oké, okay, we pakken nu steeds die grotere klanten en grotere klanten en worden steeds groter. Ja, dat is wel, dat is wel een leuke vraag, eigenlijk die je stelt. Dat klopt. Op een gegeven moment, uh, toen wilden wij het inderdaad gaan aandragen als afstudeerproject op school. Dus we, we waren natuurlijk, ik en mijn studiegenoot die ik inmiddels betrokken had bij het gertjan Waren er heel druk mee. Uh, het begon te lopen. En toen dachten we van ja, als het zo goed gaat, uh, dan kunnen we minder tijd in school steken. Of we moeten er een project van maken waar we ook echt punten mee kunnen verdienen voor school. Dus ons afstudeerproject. Mm -hmm die keuze hadden we gemaakt, nou, dan moet je ook gewoon zorgen dat je een echt bedrijf gaat bouwen. En als je een echt bedrijf gaat bouwen, moet je ook kosten maken. Want dan heb je ook echt de stok achter de deur dat je ook geld moet gaan verdienen. Mm -hmm. Dus we hebben gewoon uh, al ons spaargeld opgenomen. Uh, op marktplaats uh, de inboedel van een failliet bedrijf gekocht. Vrachtwagentje gehuurd, kantoortje gehuurd. Spullen erin gezet en gezegd van oké, okay, nou kunnen we niet meer terug. Mm -hmm. Allebei werkten nog wel twee, drie dagen in de week. Hij in de steenfabriek, ik, in, uh, ik uh, op de markt. En uh, op die manier zijn we begonnen met bouwen aan die op een manier dat we niet meer terug konden, want we hadden verplichtingen. En die verplichtingen, die, die dwongen ons om iedere dag gewoon toch op tijd te zijn mm -hmm. en net zo lang door te werken dat we geld verdienen Dus uh, ja, dat was een mooie tijd. Mooi man. En want hoe, hoe um, als we, hoeveel, voor hoeveel huurde je toen een kantoor destijds, weet je dat nog ongeveer? Ik denk 500 euro per maand of zo. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja, ja. Ja, dat... dat, dat ja, dat, dat, dat was toen best zoveel veel geld. We verkochten een fietkaartje voor, voor 50 euro. Ja. Ja, in het begin hadden we geen handel. Dus ja. uh, het was echt uh, sprokkelen. En we moesten natuurlijk ook gewoon Google AdWords draaien. Uh, ons eerste marketingbudget ging in een advertentie in de Gouden gids zitten. Ja, vandaag de dag kennen we het niet meer. Maar toen was dat nog de plek waar je... Nou ja, een telefoonboek Gouden gids waar je een drukkerij zocht. Mm -hmm. uh, ja, Google was toen nog niet zo uh, de, de vraagbaak van de meeste bedrijven als vandaag de dag. Dus... Die markt werkte heel anders in 2005. En dat was wel 2005 en ik hoor gewoon Google AdWords. Hey, dat is echt, dat is bizar. Ja, ja. Ja, volgens mij uh, deden we deden we dat in een wat later stadium AdWords. Dus 2006, 2007 toen wat geld begonnen te verdienen. Want dat mm -hmm. was dat was toen ook al wel gewoon uh, duur een zoekterm, uh, als er veel geklikt werd. Uh, maar ja, het voordeel van ons product was wel, ieder bedrijf had het nodig. Dus wat we ook gewoon deden was bij bedrijven naar binnen stappen. Flyertje achterlaten, gesprekje aan met de secretaresse, het liefst met de ondernemer. Want die moest een beetje ons uh, het werk gunnen, zodat hij dan tegen zijn secretaresse zei van nou, bestel eens een keer wat bij de jongens. Mm -hmm. We gingen op straat staan flyeren. Uh, we deden echt van alles om maar bij bedrijven binnen te komen. En we hadden nooit het excuus, uh, als we echt naar binnen waren geweest en we verkochten niks, dan hadden we nooit het excuus waarom we niks verkocht hadden. Want dat was gewoon bullshit. Want drukwerk was gewoon nodig bij ieder bedrijf. Dus dan was ons verhaal niet goed genoeg. Mm -hmm. Dus iedere keer werd het ook makkelijker dat we als we ergens naar buiten ge geschopt werden, dan zeiden we tegen elkaar, oké, okay, waar lag het dan vandaag aan? Nou, dat moeten we morgen beter doen. Het verhaal was niet scherp genoeg, want we hebben niks verkocht. Ja, de handel, uh, die zou er sowieso zijn. En dat was het mooie ook aan drukwerk. En ook wel een beetje de reden dat we in drukwerk begonnen. Ik dacht altijd al toen ik wilde ondernemen, wat moet ik nou gaan bedenken, waar ik sowieso een business in kan bouwen. Product dat ieder bedrijf nodig had, was destijds drukwerk. Dus dat was ook eigenlijk een inkoppetje. Ja, je ziet dat gat in de markt. Op een gegeven moment, door die 800 bedrijven die je gemaild hebt, destijds voor drukwerk. En alles overal liet iedere partij een steekje vallen. Ja. En dan is de kunst om daarop in te duiken. Ja, en om er ook echt wat mee te doen. Dus uiteindelijk is het ook wel gewoon het doen geweest. Toch even die site bouwen en toch een logootje maken, toch Photoshop leren kennen, toch OS Commerce, waar we toen een website in bouwden. Helemaal. Hekken, laat maar zeggen, dus dat je het ook echt snapt? Maar uiteindelijk, ja, er zijn zoveel producten die je gewoon aan de man kan brengen. Helemaal vandaag de dag. Er zijn zoveel marktplaatsen waar je je, je product verkopen, ja, het is echt niet normaal. Mm -hmm. Je moet het alleen wel doen, je moet ja. wel beginnen. Mm -hmm. dus, uh, dat is vaak een beetje de grootste rumpel, denk ik, voor de meeste mensen. Ja, zeker. En dan um, ga je vanuit je scriptie ga je bedrijf doorbouwen. Ja. Um, hoe is die fase van scriptie afronden tot. Laten we zeggen, misschien een jaar, twee, drie jaar daarna. Hoe is die fase gegaan? Want dan kun je school ook links laten liggen en oogklep op en gaan, ja. zeg maar. Hoe, hoe was die fase? Ja, kijk, wij waren echt aan het ondernemen. Dus die scriptie was eigenlijk een beetje. Dat stond echt op een zijspoor. Dus dat ja. duurde ook iets langer dan, dan, dan gepland. Ik weet ook nog wel dat ik, dat ik afstudeerde op, op, op drukwerkdeal. en dat ik de cijfers moest presenteren. En Dat die cijfers echt voor geen, geen snas klopten. Als ik iets niet was, was de boekhouder. Ja. ja. Daar werd ik ook in mijn scriptie op aangesproken. Er werd toen volgens mij zelfs letterlijk gezegd: van ja, joh, als die cijfers vandaag geklopt hadden, was je gewoon bij je spreken koeklauwde uh, afgestudeerd. Maar nu krijg je een acht. Dus dat was nog heel goed. Maar ja, dat is ook prima. Ja, nee, ja. Maar we hadden gewoon een fantastisch bedrijf staan. Dus uh, ze konden er ook niet omheen. Uh, maar toen we van die druk van school af waren, ja, toen, toen was het wel echt. Toen was het ook van, nou, ja, nu moeten we ook door. Nu moeten we ook uh, mensen aan gaan nemen, misschien wel. En gewoon echt een bedrijf ervan gaan maken. Mm -hmm. En we hadden ook alle middelen daarvoor. Niet zozeer in geld, maar ik bedoel. Ja, het bedrijf begon te lopen. We wisten hoe we klanten moesten onboorden. We wisten uh, welke producten we online moesten verkopen. Welke het goed deden, welke het minder goed deden. Wat de leveranciers. Ja, er was geen enkele reden om te zeggen: we stoppen hiermee. Uh, dit was school en uh, we zijn klaar. Mm -hmm. dus toen zijn we de eerste medewerkers gaan aannemen. En dat was een vriend van ons die kwam bij ons werken. Ja, en als je mensen aanneemt. dan krijg je zelf je handen weer vrij om verder te pionieren. en om nieuwe dingen te gaan ontdekken. en om nieuwe leveranciers aan te haken. en nieuwe producten online te zetten. Dus. Toen merkte we ook wel dat het aannemen van mensen een soort van verbetering van het bedrijf was. Dus dat we eigenlijk meer mensen moesten aannemen, zodat we nog harder konden groeien. Ja, en als je die smaak eenmaal te pakken hebt, en ook die, die, die eerste barrière, want hè, als er één schaap over de dam is, dan volgen er volgende meer. Nou, met mensen aannemen geldt dat echt. Het eerste is best wel spannend. Dan denk je, oh, er kosten maken, verplichtingen, en dan begint het. Maar dan zie je al heel snel dat zo iemand, ja, de kosten maken is er eigenlijk niet bij. Want iemand levert zichzelf al heel snel op. Dus ja, dan, dan ga je heel snel denk ik moet nog iemand hebben en nog iemand en nog iemand. En als je zichzelf allemaal opbrengt, ja, dan is het goed. En dat was de stad van een serieuze business. Dus in 2007 of zo huurden we een, een groot kantoor. En dat hadden we al vrij snel vol zitten. Anderhalf jaar later gingen we naar de toe en uh, huurden we een pand met een enorme productieruimte eraan mm -hmm. vast. En, uh, en heel veel kantoorruimte. Uh, echt op de groei. Toen dacht ik ook echt vaak van nou, als dit misgaat, dan zal iedereen ook zeggen van ja, wat hebben die gasten ook gedaan jong? Moet je kijken naar wat voor pand ze zitten. En het was toevallig een pand van een bedrijf waar ik daarvoor ook gewerkt had. Was, wat verhit was gegaan. Dus een pand waar ik ook echt altijd uh, enorm tegen opkeek. Want er zat een heel mooi bedrijf in uh, vroeger. Mm -hmm. Dus waar ik ook echt vandaag, toen ik daar werkte, van: joh, als je toch zo'n pand hebt laten. Dan, uh, ja, wij dan huurden, heb je het gemaakt. Ja, en wij huurden dat pand gewoon. Het was vastgoedcrisis 2008, 2009. Dus uh, het vastgoed was ook goedkoop. Dus wij dachten: we moeten dit pand gewoon hebben. We kunnen voor heel, veel, voor heel weinig geld heel veel vierkante meters huren. En wij wilden wat nieuws gaan doen. Dus wat we deden met papier, visitekaartjes verzamelen en, en flyers en briefpapiertjes verzamelen. Ja, dat konden we ook met spandoeken en, 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 en platen doen en schilderijen. Als je gewoon één rol hebt waar 160 vierkante meter spandoek op zit. ja Het was voor ons heel makkelijk om, om, om iedere dag of twee dagen 160 vierkante meter te vullen met allemaal verschillende spandoekjes van klanten. Mm -hmm. Dus wat wij deden met papier, gingen we ook doen met, met groot formaat printen. En dat was helemaal nieuw in de markt, dat deed ook niemand. Uh, op die manier uh, het, 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 het gecombineerd. Printen van van dat soort materialen. En daarmee sloegen we eigenlijk een tweede hele grote slag. Dus in 2009 huurden we dat pand in Deventer en of 2008. 2009. Maar daar, 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 daar groeiden we ook al vrij snel weer uit onze voegen. Uh, Veroveren we de markt. Ja, want het klinkt alsof het allemaal allemaal zeg maar in een stijgende lijn omhoog is gegaan. Het omzet draaien. Vanaf moment één eigenlijk al het personeel aannemen waarvan je eerst denkt, nou dat is. Uh, dat is, dat is meer een kosten dan wat het je gaat opleveren. Dan start je daarmee, zie je ineens dat het goed werkt. Ja. Was dat ook echt gewoon ging alles in die lijn ook omhoog? Of zijn er ook in die fase ben je daar ook di tegen dingen aangelopen, waardoor je denkt, nou, die, als die keuze de verkeerde kant was gevallen, dan had het, Zeker. Wel, uh, had het wel mis kunnen gaan. Nee, ik weet nog dat wij dat pand huurden in Deventer hè? en dat wij uh, daar gingen verbouwen. En toen leenden we van iemand, uh, ik geloof 80.000 euro. En, maar dat was geen luxe dat we die lening afsloten. We hadden al ons geld in die verbouwing gestoken. En toen kwamen de zomermaanden eraan. En in de zomer verkopen we echt helemaal geen snas. En we hadden net die verbouwing gedaan. Alle geld zat in het pand. En toen hadden we geen geld meer. Toen was het echt op. Het was weg. Ja, enorme stress. Allebei lagen we er wakker van. Dat we dachten van nou dit, dit hebben we helemaal verkeerd gedaan. We moeten de mensen betalen. We moeten het pand betalen. We moeten de verbouwingen nog betalen. En die zomermaanden die, 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 ja, die waren echt slecht. Dus toen moesten we geld lenen. 80.000 gulden of euro. Dat, dat was echt heel zuur. Dat voelde ook echt als, als, een, als, een, als, een, als een soort van verlies, als een, mm. een soort van falen. Gelukkig konden we het na de zomer vrij snel terugbetalen. Maar ik weet nog wel dat niet altijd alles goed ging. Uh, timing was niet altijd goed. Uh, miscalculatie. We hadden veel producten die uh, soms niet bij klanten aankwamen of uh, totaal verkeerd gedrukt wa werden, dus, waardoor we enorme schadeclaims kregen. Nee, er gebeurden ook heel veel dingen die, uh, die, die absoluut niet lekker waren. Mm. We waren altijd wel positief dat je alles gewoon wel weer kon draaien en dat je het ook wel weer kon oplossen. Dat is ook een beetje dat jong en het onbezonnen wat je mm, dan hebt. Yeah. Uh, in 2010 echter werd mijn compagnon, mijn, mijn uh, ja, die kreeg wat gezondheidsklachten. Die, die, die had toch moeite met de groei, dat het allemaal zo snel ging, dat we heel veel mensen aannamen. Dat moet je ook liggen. Hè? Ik bedoel, je hebt mensen die houden van veel mensen om zich heen en je hebt mensen die het liever wat kleiner en gecontroleerder houden. Ja, en dat was, dat was voor mij wel echt een keerpunt in de hele ondernemerscarrière. Ook, dat het niet alleen maar uh, koekenij was, maar dat er ook gewoon wel, ja, veel, wel andere fases uh, om de hoek konden komen kijken. Mm -hmm. Hij is twee jaar later ook uitgestapt. Dus uh, toen heb ik hem ook uitgekocht uit het bedrijf. En dat waren twee jaren waarin ik echt wel met mezelf geconfronteerd werd. Want ik moest met het bedrijf alleen verder. Ik moest dingen doen die hij normaal ook deed. We waren best wel yin-yang. Hij was wat uh, meer van de controle en de interne processen, ik wat meer van de externe dingen. Plus, je verliest gewoon een maatje, dat was ook heel vervelend. Mm. Dus de, dat was echt wel een vervelende tijd. Waarbij ik ook wel echt wel een beetje de energie en het plezier in het ondernemen ook wel kwijtraakte. En het bedrijf dan ook gewoon echt op een keerpunt komt. Want je moet wel je mensen blijven inspireren, wel voor die groep blijven staan. Wel zelf ook plezier blijven uitstralen. Want weet je, emoties zijn aanstekelijk. Dus als ik bij de pakken neer ga zitten en heel erg in mineur raak, dan trek je, je mensen heel snel mee. Mm. Als ik heel hard zit te lachen op de afdeling, zul je zien dat heel veel mensen ook met me mee gaan lachen. Dus het was ook echt wel mijn taak om die mensen enthousiast en betrokken te houden. Dat was best wel moeilijk in die jaren. Dus, mm -hmm. ja. Want de, je, je oud compagnon waar je toen mee samenwerkte, was dat ook, je zegt het was ook een maatje. Was dat voordat je, uh, jullie samen gingen werken, waren jullie toen al gewoon goede vrienden? Of nee. Was dat... nee, wij leerden elkaar tijdens small business uh, kennen. We gingen uh, een project doen, geloof ik, bij Interpolis in Tilburg of zo. Mm -hmm. Een dagje. En ik leerde hem kennen in de trein. En het was eigenlijk gelijk een match. hij En ik wilde allebei iets in China beginnen. Gewoon uh, handel ophalen uit China met ja. containers en het in Nederland verkopen. Want dat was in die tijd ook helemaal nieuw. Het dropshippen van tegenwoordig zegt. Ja, maar. ja <laughs> en ja, in die tijd uh, moest je denken in containers. Nou, mm -hmm. ja, maar daar had je geld voor nodig. En toen zei ik tegen hem van uh, weet je, wij moeten gaan ondernemen. Ik heb wel ideeën. Uh, kom bij mij in het bedrijf. Ik heb nog een idee op de plank liggen. Druk weer deal. Laten we dat samen doen. Gaan we geld verdienen. Gaan we naar China toe, onze handel halen. Mm -hmm. Dus daar hebben we heel lang over gebrainstormd. En uh, dat hebben we uiteindelijk ten uitvoer gebracht. En uh, zo hebben we elkaar echt net voor het Rukwekdeal uh, leren kennen. Maar ja, er ontstaat wel een hele mooie vriendschap. Want je bent uh, jarenlang met elkaar op pad, dag en nacht mm -hmm. uh, aan het werk. We gingen ook met elkaar op vakantie. Uh, de dames mee. We vlogen de wereld over. We hadden een hoop schik samen. Mm -hmm. uh, als uh, vrienden van ons in de kroeg stonden, zaten wij in het buitenland in de kroeg met z'n twee, Want dan waren wij uh, voor het werk op pad. Er was altijd, uh, het was altijd gewoon uh, lachen, gieren, brullen. Ja, En als je dan op een gegeven moment afscheid van elkaar moet nemen, is dat gewoon heel vervelend het staat ook echt een keerpunt in, uh, ja, in, een stuk van het bedrijf en ook van je carrière. Dus uh, dat was wel even een, uh, hoe, hoe, een was dat tijd. Ook, hoe, hoe was dat voor, uh, los van hoe het ook voor jou was? Hoe was het ook voor hem? Was het voor hem moeilijk om ook aan jou toe te geven van, hey, ja, Marco, allemaal leuk en aardig. Ik vind het heel tof dat we het bedrijf zo groot gebracht hebben, maar misschien ben ik niet de persoon die het op deze hoogte nog wil, wil levelen met jou, zeg maar. Nou, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is denk ik het proces waarin terecht terechtkomt. Dus het begint met gezondheidsklachten en uiteindelijk uh, ontstaat daar een gesprek dat je gewoon zegt tegen elkaar van het is beter uh, dat je stopt. Mm -hmm. Of dat, dat, dat ik stop. Dus dat, dat is eigenlijk een natuurlijk proces geweest. Maar het waren wel twee hele lange jaren en twee, twee moeilijke jaren. Ook omdat je gewoon ook uh, gewoon een vriendschappen uh, en met elkaar deelt. Dus je wil eigenlijk ook helemaal niet stoppen. Maar goed, uiteindelijk moet het gewoon. En dan, uh, dan gaat er één verder. Mm -hmm. Dat was ik in dit geval. Gaat dan een proces van overname en banken en gesprekken en ellende uh, aan vooraf. En dat zijn jaren dat je eigenlijk niet bezig bent met de business en niet bezig bent met de bouw van het bedrijf en ook niet bezig bent met je mensen. Dus zelf ook deels afwezig bent. Ja, en dat vond ik wel, uh, achteraf vond ik dat wel een moeilijke tijd. Uh, ook voor naar de mensen toe. Uh, dat je toch wel te weinig. Personeel bedoel je? Ja, dat, ja, absoluut. Dat je te weinig commitment hebt gegeven aan de mensen. Daar hadden de mensen ook wel door. Maar als je dan op een gegeven moment ook verder gaat hè, en je bent klaar, en je hebt het proces afgerond en hè, de bank stapte bij ons in, die, die nam, uh, of ik nam zijn aandelen over, maar de bank uh, nam, de, nam de lening op zich. Mm -hmm. Ja, dan ben je er ook weer, dan ga je er ook weer voor. Uh, en dan, 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 dan ben je ook samen met jouw mensen weer uh, ja, opnieuw, laten we zeggen, verantwoordelijk voor, uh, voor de groei van het bedrijf. En dan mm -hmm. moet je ook weer focussen. Want hoe, hoe merkte je daarin dan dat je aangeeft van ja, het personeel merkt het ook? Hoe merkte, hoe merkte jij aan het personeel dat zij doorhadden van... Marco is niet helemaal hier zoals hij altijd geweest is. Zeg maar. Nou, ze merken wel dat er een spanning is en dat je dat, hè, dat, 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 dat de een van de kompions niet is, dat de ander uh, daar heel erg mee bezig is, het uh, ja, is toch een stuk, ja, dat klinkt een beetje raar, maar het was ook wel een soort van rouwperiode of zo. Je neemt wel echt afscheid. En, uh, en dat is jammer, want je begint samen aan iets met een heel groot en wild plan. En, ja, je moet zelf alleen door. En dat is op, op een gegeven moment is dat prima, maar je moet wel het proces door. En daar betrek je je mensen wel in. Dat gebeurt vanzelf. En, dat wel doen. en we waren een heel hecht team hè? mensen waren altijd uh, met de business uh, betrokken dus als 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 ja als bij ons in de productie de boel vastliep en uh, we kregen onze orders er op een dag niet uit dan stonden om zes uur alle kantoormensen ook op en die gingen helpen in de productie dat was gewoon dat, dat gebeurde exact. natuurlijk ja het was gewoon echt een heel hecht team het waren denk ik in 2010 uh, 20 30 mensen en in 2012 toen ik uiteindelijk mijn kompioen uitkocht, denk ik 120 mensen maar in die fase ertussen, de mensen waren altijd met elkaar dat bedrijf aan het bouwen. We deden echt alles samen, met z'n allen. En dan hebben mensen ook wel door uh, dat als dingen niet lopen zoals ze zouden moeten lopen. Hoe, hoe komt het dat je die cultuur binnen dat team gecreëerd hebt? Dat als de productie er niet uitkwam om alle pakketten te verzenden, dat mensen die op het kantoor werkten even gingen helpen en, uh, en die pakketten zelf ook gingen versturen. Nou, ja, ik denk dat het komt omdat we zelf ook echt operationeel heel erg betrokken waren bij de mensen. Dus ook altijd wel meewerkten en ook meebeelden en alles deden wat nodig was. Aan de andere kant waren ook heel veel jonge mensen. Dus we waren zelf natuurlijk in die tijd, uh, weet ik wat het was, 20, 25 jaar. Dat is ja, we waren gewoon heel jong. We hadden ja, een miljoenenbedrijf. Uh, maar de mensen die voor ons werkten, waren ook allemaal best wel heel erg jong. Dus ja, je krijgt al heel snel een soort van grote vriendengroep. Mm -hmm. En die doet alles samen. Ja? We vierden de successen. En uh, we pakten de dalen ook met elkaar op. Dan was het gewoon schouders eronder. En, uh, heel, heel toepasselijk, inderdaad. Ja, en we hadden geen keuze. Het moest, gewoon, het moest er gewoon uit. Dat, dat gebeurde ook altijd. Ze hadden gewoon een prachtig team staan. Het was gewoon een heel mooi bedrijf, hele andere cultuur als vandaag de dag ook. Mm -hmm. uh, omdat je gewoon uh, zo jong bent. en uh, ja, Misschien niet de, de meest bekwame mensen op dat moment hebt, want het zijn natuurlijk allemaal junior mensen, uh, maar wel gewoon hele betrokken mensen hebben. En dat is vaak misschien nog wel belangrijker als, uh, als een stuk kennis. Mm -hmm. hoe, hoe heb je dat gefixt, dat je een bedrijf begint. Vanaf nou, de zolderkamer, zoals, je, zoals dat, wat, wat we zeiden, daar begin je hem. En op een gegeven moment, een paar jaar later, heb je, heb je 120 mensen in dienst die je moet aansturen, die je moet managen en, managen. en dat dat wel voor al die mensen, en voor jou en voor je compion ook destijds, ja. als één grote vriendengroep voelt. Uh, hoe, hoe is dat geweest, die switch? Ja, dat gaat eigenlijk wel vanzelf, moet ik zeggen. Dat is het... Dat heb ik wel vaker met mensen proberen uit te leggen. Maar dat, dat, dat het groeien van een bedrijf en steeds meer mensen binnenkrijgen. Ja, dat, 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 daar groei je in, daar ga je in mee. En je hebt gewoon te dealen met de, met de highs en te dealen met de lows. En er is altijd wel wat aan de hand. En het ene moment is het iets heel vrolijks. en het andere moment is dat iets heel treurigs. Ja. Maar daar ga je in mee, daar groei je mee. Je hebt ook geen keuze. Ik bedoel, ik kan ook niet achterom kijken en zeggen: van uh, joh, ik ga weer drie stappen terug. en uh, laat het allemaal maar gebeuren. Nee, Het was mijn verantwoordelijkheid. Het bedrijf liep gewoon goed, dus we konden ook gewoon de mensen wel belonen voor alles wat ze deden. Mm -hmm. uh, en daardoor stonden mensen zelf ook altijd wel in de, in, de, in, de, in de oplossingsgerichte stand. Mensen waren echt heel erg betrokken en altijd wel zelf ook uh, bezig met hoe kan het beter, uh, hoe moet het nog anders, hoe gaan we dit met elkaar doen? Marco weet het ook niet, Marco is ook uh, 23 mm -hmm. uh, wijs van spreken. Dus het was gewoon met elkaar uitvinden van wat er allemaal, uh, wat er allemaal nodig was om dat bedrijf verder te brengen. En veel fouten gemaakt. Ik bedoel, wij wisten helemaal niks van drukwerk, jongen. Niet van papieren. Niet van wat ermee gebeurde als het in een vochtige ruimte kwam. Niet van inkt. Eh, niet van bestanden die mensen ons opstuurden. Dus we verpesten ook heel veel. Hè? We hadden heel veel klanten die zeiden van... Jullie hebben mijn bestanden verpest. Jullie hebben het door Photoshop heen getrokken. Dan zei ik, ja, dat is zo. Maar wat is het probleem dan? Ja, als je een bestand door Photoshop heen trekt... dan uh, gooi je alle kleuren, laat maar zeggen, plat. Dan, dan maak je er één kleur van. Of een van ja dat was zo, maar dat wist ik niet. Dus dan zeiden we altijd: nee, we hebben helemaal niks mee gedaan. We maakten heel veel fouten in het begin. Alleen de klanten gunden ons ergens ook wel uh, de oplossing altijd weer. Dus dan gingen ze ons helpen en beter maken. Want ze vonden het ook leuk om zaken te doen met druk. We waren nieuw, we waren vernieuwend, we waren jong, we hielden ons altijd op zonne. Ja, klanten vonden het ook leuk. Dus we hadden gewoon niet alleen een hele hechte groep medewerkers, maar ook echt een hele hechte groep klanten die het bedrijf gewoon echt uh, ver gebracht heeft. En in die periode dat jullie zo, zo jong en onbezonnen waren... in echt in die start-up fase tussen de eerste vijf jaar, laten we het zo zeggen. Misschien vijf tot tien. Hoe zag je je weken er toen uit? Hoeveel uur per week was je aan het werk? Jullie hadden een kantoor gehuurd met z'n tweeën. In de ja. tijd dat, dat ik begon weet ik dat wij echt twaalf tot veertien uur per ja. dag zaten... ...van dat kantoor gewoon echt te, te beuken. Ja. Zag dat, was dat bij jou in die fase ook ja, zo? Ja, dat deden wij ook. Ik weet niet of we in die tijd wel vaak bij de macro aten... Ja. ja dan, gingen we, dan gingen we kantoorspullen halen en dan pakte we gelijk een satétje mee. Want dan konden we s'avonds weer door. Ja, dat, dat is mijn herinnering aan de macro vandaag de dag. Uh, nee, maar wij werkten ook altijd inderdaad. Maar dat was ook gewoon lekker. Gewoon op kantoor zitten. We hadden een, 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 in, vooral in die beginjaren echt een klein groepje. Dus dan was het ook vaak eten bestellen met elkaar. We kenden de, 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 de vrouw van de cafetaria kende ik beter dan uh, de paalfrouw hier in Deventer in de Kroeg, bij wijze van spreken. Nee, het was echt gewoon een hele mooie tijd. Het was een heel hecht groepje. Het, waren, het, was, het, was, het was vriendschap. Het was samen naar de kroeg gaan. Het was samen tot laat doortrekken. Het was ook nachtenlang doortrekken. Want het was gewoon uh, prijzen inkloppen. Vandaag de dag heb je scrapers om prijzen van internet te halen. Maar toen, toen tikten wij echt ieder product dat we online zetten. En we hadden echt miljoenen prijsproductcombinaties online. Ja, die tikten allemaal met de hand in. Dus iemand zat naast mij en die zei 49,95. Ik tikte hier 49, 100 stuks. 51,50. 51,50. Dus dat was echt nachtenlang producten tikken. Oh. Ja, maar het was gewoon hands-on en het was gewoon gaan, jongens. Dus dat was een hele mooie tijd. En uh, je krijgt er nu nog energie van als je ja, ja. Ja, maar Dit, dit waren ook de begindagen van print.com weer. Hoor. Gewoon, gewoon weer nachtenlang doortrekken. Het moest gebeuren. Alleen ik zat in een andere fase. Want uh, ja, nu heb ik kinderen en uh, verantwoordelijkheden. En ik moet soms naar huis. En... <laughs> en dat had je toen niet. Dus dat waren echt lange dagen. Echt. Lange nachten soms. Maar je kon altijd door, want je had energie voor twintig. En in de weekenden trok je het wel bij, bij wijze van spreken. Al was dat niet eens nodig. Want als je jong bent, dan heb je een hele andere manier van, ja. van, 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 van energie opladen. Dus dat was, dat was heerlijk. Dat was de mooiste tijd uh, van, van het ondernemen, denk ik. Je noemde het net zoveel even. Nu, is het, nu zijn dingen anders. Verantwoordelijkheden, je hebt kinderen. Uh, hoe is dat verschil? Wat, wat merk je daarin bijvoorbeeld bij jezelf als je... Die start van print.com, waar we zo meteen nog even dieper op ingaan, wat je ja. daar precies nu mee doet. Hoe, wat, hoe kijk je naar dat verschil ten opzichte van de start met drukwerkdeal en, en print.com? Nou, dat is wel een leuke anekdote. Nog even teruggaan naar hoe zag je weken eruit. Kijk, wat wij deden was gewoon dag en nacht werken achter die PC natuurlijk, maar ook klanten bezoeken. Dus dat, dat meestal gingen we ochtends, administratie en alles achter de computers, smiddags klanten bezoeken, pakketten wegbrengen ook echt, uitrijden, want contact met klanten was belangrijk. En dan kwam de vrijdag, en dat was altijd een ellende dag, want we hadden heel veel van ons werk uit Duitsland. Mm -hmm. En op vrijdag werd er heel vaak niet geleverd. Want Dan hadden de couriersdiensten gefaald, de drukker het niet verstuurd. Dan moesten we soms 6, 700 kilometer Duitsland in pakketten ophalen. En die leveren we dan gewoon op vrijdag of zaterdagnacht nog bij kroegen af. Want vaak ging het dan om flyers voor kroegen en evenementen. Dus dat was soms ook gewoon weekenden lang pakketten wegbreken. Ja, vandaag de dag kan dat gewoon niet. Ik bedoel, ja, ik moet wel gewoon ook thuis zijn Dus wat is er nu anders? Ja, nu moet ik dingen uitbesteden. Dus ja. we doen eigenlijk feitelijk gezien soms nog steeds dat knullige werk wel. Mm -hmm. Alleen de ene keer kan ik het wel zelf, want dan kan ik het zo inpassen. En de andere keer moet ik iemand bellen en zeggen: Kun je me alsjeblieft helpen? Of dan ja, heb je daar toch een medewerker extra voor nodig. Vroeger deed ik het werk voor anderhalf persoon, en nu doe ik het werk van één persoon. Dat is eigenlijk een beetje het faal. Okay. Dus ja, dat, uh... Kids, hè? Kids, ja, ja. Het zijn mooie dingen. Alleen, uh, dit komt echt wel uh, een hele verantwoordelijkheid bekijken. Ja. Ik geloof het graag. Ik geloof het graag. Um, right, om dan de switch te maken naar uh, ja, de verkoop. Ja. Je had al eerder wel een paar keer een aanbieding gehad... of mensen die een balletje opgegooid hadden. Uh, nou, wat wij eigenlijk elk jaar deden... Uh, was gewoon peilen in de markt wat de waarde van ons bedrijf was. En hoe doe je dat? Door gewoon bij concurrenten te gaan praten... Wij waren altijd heel transparant. Ik maakte ieder dat doe ik vandaag de dag nog steeds, maakte ik een rondje langs al mijn concurrenten. En sommige concurrenten denken echt van, wat kom jij doen? Dan zeg ik gewoon, kom koffie drinken, heb je tijd. Mm -hmm. Ja, hoezo? Nou, gaan we gewoon even over de markt hebben, is toch leuk? <laughs> gewoon goed om met elkaar te bespreken van, uh, hoe gaat het bij jou, hoe gaat het bij mij? Mm -hmm. Ik bedoel, uh, het is gewoon leuk om van elkaar te weten van, uh, nou ja, mooi, gaaf bedrijf, mooie productie al, doe je knap, uh, hoe gaat het? Uh, voel je je een beetje happy? Uh, nou, wij zijn gewoon altijd heel erg open en heel erg transparant in de dingen die en ieder jaar maakte ik een rondje langs de velden. En elk jaar zeiden wel een aantal concurrenten tegen mij van joh, jullie doen het heel erg goed. Vooral Duitse spelers die vele malen groter als ons waren, zouden jullie het niet aan ons willen verkopen. En dat vroeg ik altijd van nou, weet je, maak maar eens een waardebepaling, zeg maar wat je er voor over hebt. Nou, als je dat gewoon elk jaar een beetje doet en altijd wel het gevoel hebt van nou, dit is mijn bedrijf ongeveer waard, ja, dan, 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 dan komt er vanzelf een moment dat je denkt van ja, ik ga wel of niet toehappen. Nu zeg ik dat heel erg makkelijk, want uh, zo is het niet gegaan in mijn geval. Ik verkocht of ik kocht de aandelen van mijn compagnon in 2012... en eigenlijk heb ik nooit toen echt mijn energie en plezier weer teruggevonden... om gewoon helemaal alleen mee verder te gaan. Mm -hmm. Dus ik had op dat moment voor mezelf wel de beslissing gemaakt van... Nou, ik heb een enorme lening afgesloten om mijn compagnon uh, uit te kopen. Dat voelt niet heel comfortabel. Ik wilde of een investeerder bij je hebben... of ik verkoop een deel van het bedrijf. Nou, in die hoedanigheid ben ik toen gaan kijken van... oké, okay, welke partijen heb ik altijd meegesproken? Wat is het bedrijf ongeveer waard? Zit er een partij tussen die mij goed past... en met wie ik dit verder samen wil voortzetten? Want... Ja, wij moesten onze productie hier in de gewoon uitbouwen. Daar ging gewoon miljoenen in machines zitten. We moesten internationaal gaan om schaal uh, te halen en om meer volume over die machines heen te halen. Want ja, hoe meer combinatie we maakte, hoe sneller die leeftijd werd en hoe lager die prijs werd. Ja, daarvoor had ik gewoon geld nodig. En het voelde niet goed dat ik een, uh, een lening van vele miljoenen achter mijn naam had staan. Mm -hmm. uh, plus ik had gewoon een stuk plezier verloren, want ik, ik, ik miste mijn kompioen gewoon. Dus. Uh, ja, in die hoedanigheid ging ik wat gesprekken aan in de markt. En toen zat er een partij tussen die zeiden van ja we willen het eigenlijk helemaal kopen. En dat was Simpress in dit geval. Mm -hmm. Vista Print de marktleider, Amerikaans. Ja, dat was natuurlijk een mega trots dat zo'n bedrijf interesse toonde in ons uh, kleine bedrijfje in Nederland. Dus... Ja. En zo kwam het gesprek op gang en uh, besloot ik eigenlijk dat het uh, voor het bedrijf gewoon beter was als ik het gewoon 100% zou verkopen. De mensen konden internationaal binnen een grote internationale onderneming doorgroeien waarmaken het bedrijf had enorm financiële slagkracht om enorme productie uit te bouwen om internationaal het bedrijf verder uit te bouwen ze zaten in elk land in Europa maar ook over zee zo dus dacht ik ja dit is een kans die moet ik gewoon met twee handen aangrijpen mm -hmm. en hiermee drukken we deal echt wereldwijd op de kaart zetten ...onder de noemen print deal want die naam we al gekocht in die tijd mm -hmm. en daar waren we, ook, waren we ook al mee actief in België ja en dat was eigenlijk voor mij een keuze om gewoon in 2014 te zeggen van dit, dit, dit is wat ik uh, ervan gemaakt heb. En uh, ik denk dat het goed is dat een ander ermee verder gaat en het en nog mooier maakt. Mm -hmm. Dus uh, dat was. Uh, de beslissing. Mooie ontwikkeling. Beslissing. Ja. ja, dat snap ik. Hoe lang ja. heb je daar uh, ongeveer over nagedacht voordat je ook echt die knoop hebt, hebt doorgehakt? Ja, dat is denk ik een proces van een half jaar of zo waar je dan in terecht komt. Maar ik was er al wel vrij snel uit, hoor, dat, dat, wel, uh, dat dat me allemaal wel paste. Uh, ook omdat ik gewoon uh, het, het, het gevoel had dat ik wel wat verplicht was naar de mensen toe. Om bedrijven in goede handen te uh, af te geven. Ik was heel jong, ik was, uh, wat is het, 2012. Ik was 27. Ik had uh, een enorme lening aan de broek en uh, uh, een groot bedrijf met veel mensen. Uh -huh. Dus Ik dacht, ja, het is ergens voelt het wel goed als daar gewoon meer senioriteit boven hangt. Dus, uh, en misschien was ik ook wel te bang. Misschien heb ik het ook wel uit een soort van angst verkocht en een soort van uh, rouw waar ik nog in zat vanuit het, 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 het uitkopen van mijn kompion. Uh -huh. Het is misschien ook wat snel gegaan, maar ik heb er geen moment spijt van gehad. Want uh, het is in hele goede handen terechtgekomen. Ja. En dan? Dan verkoop je het bedrijf voor, uh, voor 24 miljoen. Uh, dat geld krijg je dan op de rekening. Dat is op een gegeven moment. Uh, dat heb je dat verdiend? Ja. En dan? Ik heb je zelf al zo gezegd: dan kom je. Iedereen gaat maandag naar je werk. Je vriendengroep gaat op maandag naar je werk. En ja. jij valt een beetje in een, uh, in een zwart gat. Ja, die 24 miljoen is altijd. Uh, is altijd. Uh getal waar iedereen naar refereert, maar dat was mijn uh, mijn 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 basisbedrag. Mm -hmm. Daarna moest ik nog blijven en werken voor de rest van het bedrag. Dat staat ook gewoon online. Mm -hmm. Ik had een ik had een um, Dus ik moest gewoon door met werken. Dus ja, dat bedrag stond te rekening, maar dat was echt uh, ja, drie minuten dat ik daar goed en wel van kon, kon gaan genieten. Toen... Ik moest door. Ik had ja. targets. Ik had doelen. Ik moest gewoon nog twee jaar uh, vol gas mm -hmm. het bedrijf verder op de kaart zetten. Dus ja, dat was eigenlijk best wel gewoon een, een tijd van uh, ja, gewoon doorgaan. En natuurlijk uh, ik kon al wat mooie spullen kopen en ik kon mezelf wel even wennen. Hè. Mooie auto, mooi huis, noem het maar op. Maar je bent er ook al heel snel achter dat je ook veel meer gekke dingen dan dat niet kan gaan doen. Want je hele vriendengroep is gewoon normaal. Als ik tegen de jongens zei van laten we even naar Ibiza gaan, dan keken ze me aan en zeiden ze ja, waarvan dan? Ja. En wanneer dan? Want wij moeten ook gewoon werken. Dus joh, ik zat helemaal niet in dat leventje. Ik, ik, ik ging gewoon door met werken en uh, ik deed mijn ding. En ik investeerde wel wat hier en daar in bedrijven en in, in, in vastgoed, maar meer ook niet. Ik was echt 100% gefocust nog steeds op drukwidielpunt. En, uh, en, en, en zo geschiedde. Na een jaar nam ik afscheid. Toen, 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 toen merkte ik dat ik echt weer zelf wilde ondernemen, dat ik niet gelukkig werd van... Uh, ja, van het, 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 het loondienstverband wil ik het eigenlijk niet noemen, want mm -hmm. ik was eigenlijk nog steeds ondernemer binnen, binnen het bedrijf. Maar ja, ik wilde weer wat nieuws. Ik wilde weer verder. Ik wilde mijn vleugels uitslaan. Ik was tijd. Het was tijd voor een nieuwe fase. Mm -hmm. En toen merkte ik, toen ik wegging, van shit. Nu is iedereen aan het werk. Uh, mijn hele sociale leven zat inmiddels bedrukken deel, want veel van mijn vrienden werkten daar inmiddels ook. Uh, het bedrijf was ook één grote vriendengroep. Mm -hmm. Ik. Ik kwam daar niet meer, want ik moest afstand nemen van het bedrijf. De mensen moesten ook zonder mij verder. Dus je verplicht jezelf ook om daar eigenlijk zoveel mogelijk weg te blijven. Ja, En dan merk je: van shit, wat ga ik nou doen eigenlijk de hele dag, joh? Uh, iedereen moest werken. Ik zat thuis. Uh, ik, ik investeerde hier en in daar wel wat. Maar ja, dan ging je koffie drinken de hele dag. En daar kreeg ik ook geen energie van. Einde van de dag was de tank leeg. En ik was zelf eigenlijk ook gewoon helemaal leeg. Ja, en dan kom je echt wel een beetje in een zwart gat terecht. Want ieder feestje waar je komt begint iedereen over: oh, je bedrijf verkocht. Nou, dat uh, gesprek duurt twee minuten en dan zeggen ze allemaal. Wat doe je nu dan? En dan hebben ze allemaal hele hoge verwachtingen. En dan moet je tegen iedereen zeggen, uh, niks. Ja, dat is echt een dooddoener, want dan kijken ze allemaal de andere kant op. Dus op een gegeven moment ging ik gewoon ook niet meer naar feestjes toe. Dan vermijde ik dat gesprek gewoon. Ik ging nergens meer naartoe waar ik dacht van, oh, dan gaan ze weer beginnen over wat ik nu aan het doen ben. Dus je wordt eigenlijk best wel een beetje, je krijgt een heel klein uh, wereldje. Uh, en, en, en je isoleert jezelf een beetje totdat het volgende idee opkomt. En totdat het volgende bedrijf om de hoek komt kijken. Dat je denkt van, hè. Hey, weer wat gaan doen mm -hmm. ik heb weer een verhaal ik ben weer aan het bouwen en dat dat op een gegeven moment kwam dat met een paar jongens die zeiden van investeer in ons bedrijf Nou, dat noemde ik dan emotionele investeringen want dat was puur omdat ik weer ergens bij wilde horen mm -hmm. dat heeft me heel veel geld gekost mm -hmm. want die, die eerste investeringen die ik deed die, die die hebben niks opgeleverd behalve een hoop plezier met, uh, met, uh, met uh, de jongens en meisjes waar ik dat mee deed uh, maar waren dat goede businessplannen? nee dat was echt gewoon weer om weer wat te doen en om er weer bij te horen en daarna ga je natuurlijk gewoon echt wel een beetje nadenken. Oké, okay, dit is het ook niet. Ik ging toen investeren in investeringsfondsen. Dus die, die, die fondsen, die hebben echt fondsmanagers erop zitten. En een groep mensen die met jouw geld gaan beleggen. Was een veel beter idee, want die waren daar veel beter in dan ik. Ik ben gewoon een ondernemer. Ik moet gewoon met een product, met mensen, met, met collega's, met klanten bezig zijn. en dat in het veld goed. actief zijn. Ja, ja. Dus toen heb ik wel wat dingetjes geprobeerd. Hè. En Het ene vind je heel leuk. Ik ben in de fietsen gegaan. Ik ben in de, in de stoffen gegaan. Ik ben in de... Tuinartikelen gaan, ik heb van alles geprobeerd, maar nergens had ik echt dat gevoel van dit is het, dit vind ik leuk, hier krijg ik energie van. Vaak was het ook in bestaande bedrijven, dus had ik ook niet het gevoel dat ik de ondernemer was, dus dat ik, dat ik echt mijn, mijn inbreng kon, kon, kon geven. En dan kom ik tot de conclusie dat je het gewoon voor jezelf moet gaan doen, helemaal van scratch. Uh, maar ja, maar eens weer wat, hè? Mm -hmm. Ik bedoel, veel van je luisteraars zullen ook denken, ja, maar wat dan? Mm -hmm. ja, dat wist ik ook niet. Ik dacht ook, ja, wat ga ik nou weer doen. Dus je moet heel nieuwsgierig zijn, heel erg veel luisteren, kijken, uh, om je heen blijven kijken, ja. naar, met iedereen uh, meekijken, bij bedrijven binnenkijken. Dat deed ik ook. Ik ging veel koffie drinken. en dacht, ja, zit hier dan wat bij wat ik leuk vind? Nee. En toen op een zekere dag, uh, toen dacht ik van ja, weet je, in dat vastgoed uh, uh, wil ik wel wat meer doen. Maar ik greep altijd een beetje naast de, naast de echt grote deals. Want ja, ik zat niet in die wereld, ik had daar mijn connecties niet. Ja, wat is dan het vastgoed van de toekomst? Domeinnamen had ik overgelezen. Veel domain trade in China, in Rusland, al dat soort landen. Toen dacht ik, dat ga ik doen. Ik ga gewoon een domeinnamen handelen. Grote domeinnamen. Ja, toen ben ik op, op zoek gegaan naar wat domeinnamen om te Want je moet wel enigszins kennis van die markt hebben. Want dan zit je aan een naam vast die je niet, niet meer kwijt raakt. En toen kwam ik eigenlijk bij print.com terecht. Toen dacht ik, ja, maar dat is raar dat die nog vrij is. En die wilde ik eigenlijk gewoon flippen. Die wilde ik gewoon eigenlijk kopen... En doorverkopen, traffic erop genereren en weg met die naam. Dus niet zozeer om een business te beginnen, gewoon echt domain trade. Ja, zo uh, gezegd, zo gedaan. Ik kocht die domeinnaam voor een, uh, voor een bedrag boven een miljoen. Het was echt, het is, uh, ja, is ziek. Ja, het, ja, maar het is gewoon echt een pand. Het is het, het beste pand aan de beste winkelstraat wereldwijd om, uh, om printproducten te verkopen. Punt. En wij kregen ook gelijk heel veel aandacht. Ik had, ik had die do, ik, domeinnaam eigenlijk met een makelaar ertussen gekocht. Alleen die makelaar die schrijft dan een rekening waar, uh, waar een, een woningmakelaar, uh, laten we zeggen, uh, drie keer zo moet knippen met zo. <laughs> maar dat maakt niet uit. Ik had die domeinnaam gekocht. Ik had daar een geheimhouding onder liggen dat ik dat stil wilde houden. Niet zozeer om, uh, omdat ik nog verplichtingen jegens het oude bedrijf had, absoluut niet. Maar ik wilde dat gewoon zelf naar buiten brengen. Ik wilde gewoon zelf de kans krijgen om dat aan mijn oude bedrijf te vertellen: uh, dat ik die domeinnaam had gekocht en met welke reden. En uh, ook om te kijken van ja, hoe ga ik dat überhaupt naar buiten brengen? Want het was best wel een groot getal wat ik voor betaald had. Dus ik wilde ook niet per se daar de, de aandacht uh, op gevestigd hebben. Alleen, s'avonds uh, verscheen er een bericht op Twitter... dat er een, uh, een, uh, een domeinnaam voor meer dan een miljoen uh, uh, verkocht was. Uh, gerelateerd, uh, of print.com waarschijnlijk. Uh, gerelateerd aan een uh, Nederlandse domein trader. Ja, dat moest Marco Anning zijn die hem gekocht had. Mm -hmm. Dus het ging heel snel de wereld in. Toen dacht ik, shit. En nu. Wij waren intussen, ik en Lucas. Lucas is uh, sinds groep 2 al schoolvriend van mijn voetbalvriend, stapvriend En heeft acht jaar bij Drukwee Deal gewerkt. Had in die tijd ook besloten dat hij wegging bij Drukwee Deal. wij zouden samen een financieel bedrijf opzetten, een financiële applicatie om salarissen te betalen. Um, ja, en die trade deed ik eigenlijk uh, zelf. Uh, maar op dat moment dat wij zagen dat, dat, dat er zoveel tractie op die domeinnaam af kwam, toen zei ik tegen Lucas, "Joh, luister. We moeten het echt even anders gaan doen. Ik ga die gasten die we voor die financiële applicatie hebben gehuurd even vragen om een simpele website online te zetten. Waar mensen die op print.com afkomen even hun gegevens kunnen achterlaten als ze interesse hebben. Maar we moeten die, al die traffic die we nu genereren, al die geluiden die we uh, gecreëerd hebben in de markt, moeten we vangen. We moeten die mensen laten, hun gegevens laten achterlaten. Want het is niet normaal joh, hoeveel aandacht ervoor was dat, dat die domeinnaam verkocht was. En zo gezegd, zo gedaan. We zetten een heel simpel websiteje in de lucht met een enorm mooi plaatje erboven van, uh, van uh, allemaal van papier geknutselde vogeltjes en zo. Uh, met iets van uh, lentekriebels en print.com. Wil je meer weten, laat je gegevens achter. Ja, en binnen no time zaten daar 6000 uh, contactgegevens. Dat ja, dat was echt gek huis Van over de hele wereld. En toen dachten. Hoe bizar. Waarom laten mensen hun gegevens achter? Er zijn zoveel online drukwerkwinkels inmiddels. Waarom zouden ze nog interesse hebben in een nieuwe drukwerkwinkel? Mm -hmm. Dus we zijn al die gegevens gaan filteren. We zijn een paar duizend waar de telefoonnummers bij staan. Gewoon gaan bellen. En gewoon alleen maar gaan vragen, waarom heb je gegevens achtergelaten? Wat zoek je? Uh, waar koop je nu? Wat koop je nu? Wat mis je? Wat moeten we doen? Wa waarom? Waarom? Want we hadden echt geen enkel idee mm -hmm. waarom zoveel tractie op die domein af afkwam. En daar kwamen zulke interessante gesprekken uit voort, telefonisch, dat we dachten, oké, okay, hier moeten we nog meer mee doen. We gaan uh, wat avonden organiseren, we gaan mensen uitnodigen. Laat hun maar meedenken over wat wij met print.com kunnen. Gaan we die domein aan flippen of moeten we misschien wel echt met die domein aan wat gaan doen? Want als er zoveel interesse is, ja, zonde om te laten liggen. Dus toen zijn we op Valentijnsavond 2018, zijn we co-creatieavonden gaan uh, organiseren. Heel bewust Valentijnsavond. Want een klantrelatie is niks anders dan een liefdesrelatie. Je moet een relatie opbouwen met elkaar. Dus die eerste date, is slimme, slimme zet. Ja, de eerste date was heel belangrijk. Uh -huh. Dat deden we op 14 en 15 februari. Maar allebei onder het thema Valentijn. En uh, we hebben honderd klanten uitgenodigd. waarmee we telefonisch gewoon echt het gevoel hadden. van, nou weet je, die mensen willen ons echt vertellen wat we moeten doen. En die kunnen ons ook wat vertellen. Die, die snappen de markt. En tegen die mensen hebben we gewoon gezegd: van, Nou, bedankt dat je hier gekomen bent. Dat was bij Jacks Art in Apeldoorn. We zijn eerst gaan schilderen. Heeft ijs breken. Mensen moesten elkaar leren kennen op een grappige manier. Wit pakken aan en met verf gooien. Je kent het wel. Daarna zijn we aan tafel gegaan. Valentijn's diner. Valentijn van de Lemon Tree. Die kookte ook die avond. Dus oh, het was lach, allemaal he? een stijl. Ja, leuk. Ja, en uh, toen zijn we aan die mensen gevraagd. Van joh, luister, wij, uh, wij vinden het heel bijzonder dat jullie de tijd voor ons genomen hebben. Vertel ons wat wij moeten bouwen en we gaan het voor jullie bouwen. Dus wat mis je? Wat zoek je? Wat is er niet in de markt? Wat is er wel in de markt? Vertel maar, hoe moeten we onze roadmap gaan vullen? En wat moeten wij van print.com maken zodat jij bij ons gaat kopen? Ja, dat waren twee ontzettend nuttige avonden. Die klanten hebben echt het hele businessmodel van Print.com uitgetekend. Die hebben ons alles verteld wat ze in de markt uh, niet konden vinden, wel konden vinden, waarom. Ja, echt, alle details kregen we. Die mensen voelden zich enorm betrokken bij het bedrijf. Die voelden zich zelfs een beetje mede-eigenaar van Print.com. Ja, en dat soort co-creatie-sessies, uh, die, die organiseren we vandaag de dag uh, nog steeds uh, met enige frequentie. Dan nodigen we mensen uit, die leggen we enorm in de watten met een goed diner en uh, op een leuke locatie. Laten die mensen gewoon vertellen, wat moeten we doen voor jullie? Mm -hmm. ja, en die mensen die, die, die creëren het businessplan van, uh, van, 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 van Print.com tot op de dag van vandaag. Die mensen zijn loyaal, die blijven bij je kopen, want die hebben echt het gevoel dat ze betrokken zijn in dit, uh, in dit businessmodel. En dat is ook zo. En dat is eigenlijk uh, ook het succesverhaal achter Print.com en de reden dat we zo snel groeien. Gewoon op een hele andere manier een business hebben gebouwd. Gewoon echt, uh, dat de klant eigenlijk feitelijk gezien de business bouwt. De klant is de grootste aandeelhouder Eigenlijk. Ja, feitelijk gezien zou je ja. dat wel kunnen stellen. ja. ja. ja ik denk dat dat een, een super grote les is voor mensen die naar luisteren, die bijvoorbeeld aan het begin van hun uh, businesscarrière staan of daar een grote stap in willen gaan zetten. Luister naar wat de klant wil in plaats van het gaan verkopen wat jij mooi vindt en waarvan jij denkt dat het gaat verkopen. Ja, veel ondernemers denken dat ze de wijsheid in pachten hebben. Hè. Dus mm -hmm. dat ze dat ze het succes vaak zelf bepalen of zo op de een mm -hmm. of andere manier. Maar dat is niet zo. De klant die be be betaalt, dus bepaalt. Ja. Nou, dat is gewoon een hard gegeven. Dus zorg er dan ook voor dat die klant ook werkelijk bepaalt. En mm -hmm. dat is wel hoe wij onze roadmap vullen. We laten die klant echt gewoon bepalen van uh, dit moet er nu gebeuren. Dit heb ik nodig. En het leuke was, die klant gaf precies aan wat er niet was in de markt. Ja, hoe simpel is het om te beginnen met bouwen wat er niet is. En daarna de bouwstenen erop leggen van alles wat er wel is. Want als ze eerst bij jou gaan kopen wat er niet is, ja dan blijven ze ook al bij je als je kan bieden wat er wel is. Ja. Dus we hadden echt binnen het, het eerste jaar er wel 10 miljoen omzet. Omdat we gewoon. Tss, ja, dat, dat ging echt als een sure. raket. Omdat we gewoon uh, dingen deden die anderen niet konden. Mm -hmm. En we zijn, ook, we zijn ook geen normale webwinkel gaan bouwen. Kijk, in 2005 bouwde je een webwinkel. Uh, je ging een product online verkopen. Vandaag de dag moet je een tool bouwen. Dus uh, een klant moet bij ons binnenkomen, die moet het gevoel hebben dat hij met ons systeem aan het werk kan. Mm -hmm. nou, wij hebben heel bewust op aanraden van de klant echt een heel. Uh, echt, heel selectief klantenbestand uh, wat, we, wat we bedienen. Dus wij verkopen alleen aan grafische professionals, dat zijn wederverkopers 9 van de 10 keer, drukkerijen, reclamebureaus, designers of marketingafdeling van wat grotere bedrijven. We hebben alleen maar klanten die frequent drukwerk bestellen. We noemen onze klanten ook frequent flyers omdat ze frequent flyers bestellen. Dus alles ook in het luchtvaartthema. Uh -huh. Maar doordat we dus een hele selectieve doelgroep hebben, is het ook heel makkelijk om die doelgroep te benaderen. Want we schieten niet met, 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 met kruid de markt in. We weten gewoon precies dat is een klant van ons en dat niet. Dus we adverteren niet op Google. Want Google is veel te breed, veel te algemeen. Wij zitten veel meer op, op social media, waarbij we echt kunnen targeten op welke klant wil je wel bereiken en welke klant wil je niet bereiken. Google is ook heel duur, dus dat willen we ook voorkomen. Wij organiseren vakdagen. Wij, wij staan op beurzen, we staan in vakbladen. Maar doordat we precies weten dat onze klantengroep vrij klein en selectief is, kunnen wij ons heel makkelijk ook naar die doelgroep bewegen en met heel weinig marketingbudget de klant heel snel bereiken. Het voordeel is, die klant heeft ook nog eens een keer heel veel te vergeven. Want een reclamebureau, ja, die hebben heel veel drukwerk iedere dag te vergeven. Een drukkerij heeft heel veel drukwerk te vergeven. Die kan 9 van de 10 keer zijn eigen pers niet aanzetten voor de tarieven waar wij drukwerk voor verkopen. Maar ze hebben wel heel veel klanten die bij hun hun drukwerk afnemen. Dus doordat we een hele kleine doelgroep hebben, die heel veel drukwerk te vergeven heeft, kon we ook echt een raketstad maken, laat maar zeggen. En uh, ja, dan groeiden we eigenlijk uh, de eerste paar jaar echt als een, uh, als een malle. Mooi. Wat is het doel waar jullie naartoe willen groeien? Je bent nu zo'n jaartje vijf actief, waar we het net over hadden met, met print. Ja. ja. Wat, waar ga je de aankomende vijf jaar naartoe? Het eerste jaar doe je al 10 miljoen omzet. Waar, waar ja. willen jullie de aankomende vijf jaar naartoe? Kijk, het eerste jaar rekening op de 2019. Dus 2018, Valentijnsdag zijn we begonnen met oké, okay, gaan we wat doen met dit met, 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 met Print.com. Mm -hmm avond werd het ons wel duidelijk dat we dat moesten gaan doen. We hebben een uh, ruim, een, uh, nou, toch wel tot eind 2018, moeten bouwen aan, aan, aan onze webapplicatie. Dus het is geen winkel, het is echt een applicatie, een tool. Maar het ziet er ook heel anders uit. Uh, 2019 zijn we echt, mijn inziens, live gegaan. En dat was ook het jaar dat we die 10 miljoen deden. Vorig jaar hebben we uh, ruim 40 miljoen gedaan. Dus uh, dat was het vierde jaar. Daar zijn we ook best wel blij mee dat het ook gewoon echt wel standhoudt, die groei. Alleen dan is het ook een feit dat je ook die groei moet gaan controleren. Dus waar we in de eerste jaren ook wel veel geld betaald hebben om te groeien. We moesten al die thresholds, al die toetredingsdrempels, moesten we natuurlijk wel voorbij. We moesten enorm veel volume binnenhalen om die persen aan het draaien te houden. Eh, om al die vakjes te vullen met al die verschillende klanten iedere dag. Eh, die op zo'n drukveld moeten bestaan. staan. Het heeft ons gigantisch veel investeringsbudget gekost. Hele slechte jaren gehad. Hè? Denk aan corona. Zo, waarbij we 70% van ons handel kwijt waren van de een op de andere dag. Denk aan de... Grondstofschaarste, personeelschaasten. Toen kwam de uh, oorlog eroverheen met de energieprijzen. En wederom enorme uh, stijgingen van, van alle producten, grondstoffen die we moesten inkopen. We hebben echt, ja, echt verschrikkelijke jaren achter de rug. Mm -hmm. Dat heeft ons geld gekost. Uh, ja, wat is dan je doel? Je doel is op een gegeven moment om gewoon winstgevend te worden. Dus daar, daar hebben we ons nu wel op gefocust, om gewoon naar uh, winstgevendheid toe te gaan. Dus die groei die is betaald. En uh, nu moeten we door, uh, de volgende fase van de onderneming. We zitten inmiddels in Nederland, in België, in Duitsland, in Frankrijk en in Oostenrijk. In die landen hebben we ook kantoren. Dus in elk land zitten, in Oostenrijk overigens niet, maar in de andere landen zitten kantoren waar... In België zitten tien mensen in Brussel, in Frankrijk zitten tien mensen in Montpellier. In Duitsland zitten een aantal mensen in Würzburg. In Amsterdam hebben we nog een kantoor. We hebben drie productielocaties in Nederland die we hebben moeten kopen, want ook dat was geen luxe op een gegeven moment goede had en dan proberen je je, je collega bedrijven je natuurlijk ook weer uit de markt te duwen want die zien je als bedreiging meer dan terecht ook dus bij elke leverancier waar we aanklopten zeiden ze van nee nou ja, we gaan voor jullie niet drukken want dan verliezen we een andere klant want die hebben ons aangegeven dat ze voor jou gaan werken dat ze dat we niet meer voor hun kunnen werken ja dan word je eigenlijk verplicht om zelf te gaan produceren nou ja, mensen aannemen was een no go want er waren gewoon geen mensen beschikbaar ik bedoel er is gewoon een groot tekort aan mensen in de markt nog steeds vandaag de dag, zeker aan goede productiemensen. Dus we moesten productielocaties kopen. Waar al mensen zaten, waar al mensen aan het werk waren. Dus we hebben echt best wel uitdagende jaren gehad. Want je moet dat allemaal wel managen met een kleine groep mensen doen. Terwijl je ook nog eens een keer aan de voorkant heel hard groeit. Mm -hmm. Dus dat heeft, dat heeft echt wel zijn tol geëist. En ook veel geld gekost. Ja, wat is dan nu je doel? Winstgevend worden. In control komen. Al die bedrijven goed gemanaged krijgen. De juiste mensen daar ook krijgen die het kunnen aansturen. En dan toch doorgroeien in de volgende landen heel langzaam. Maar het mag wel iets rustiger van mij nu. Ja. Jawel, we hebben wel echt, we hebben echt keihard gewerkt de afgelopen jaren. Uh, we moesten ook. Je kon ook niet meer stoppen. Ik bedoel, door al die crisissen waar je doorheen moest, de marktcondities die slecht waren, kon je ook niet terug en moest je blijven vechten. Kon je ook niet een dag rust nemen en even zeggen: ja, nu even niet. We zitten nu inmiddels wel in een, in een, in een iets rustiger vaarwater waarin we hebben gezegd: van, laten we ook gewoon even een klein beetje op de rem stappen qua groei en zorgen dat we in productie. In de verschillende bedrijven die we moeten managen met al die medewerkers die we hebben, gewoon het gevoel hebben dat we in control zijn. Dat iedereen het ook met een lach op zijn gezicht kan doen, zonder stress, zonder al te veel werkdruk. En mm -hmm. vanuit daar weer verder bouwen, internationaal en naar voren toe. Hoe ga jij, want je, je zegt ook van het, het gaat, het op een gegeven moment eist dat ze dol, uh, zowel met, qua omzet en hetgene wat je overhoudt, maar ook qua werkdruk. Hoe ga jij daar persoonlijk mee om? Is dat die werkdruk gewoon aangaan door... Extra uren erin te pompen, uh, of ja. hoe, hoe ga je daarmee om? Want het gaat wel echt om serieuze, serieuze shit, natuurlijk. Ja, kijk, ik ben dit weer begonnen om gewoon weer lekker gewoon te knallen en weer mijn handen uit de mouwen kunnen steken en hard te werken. Ja. En dat, dat vind ik gewoon leuk. Dat is passie. Dat is ook geen werk, dat is gewoon, dat is gewoon wie ik ben en dat komt eruit. Ja. Um, maar je kunt dat niet altijd van je mensen blijven eisen. Lucas en ik, Lucas en mijn compagnon inmiddels. Uh, wij, wij kunnen dat wel aan en wij kunnen het wel managen. Maar je moet je voorstellen dat wij dat in 2018 beginnen. met het doel om een business neer te zetten. Dan heb je de pech met de tijd dat er al die rare factoren om de hoek komen kijken. Ik bedoel, hoe de fuck had ooit bedacht dat corona ja. bestaat. en wat dat voor impact heeft op de wereld. dat je bedrijven dichtgooit en noem het dan maar op. Mm -hmm. Wij komen erachter dat elk stukje druk ik bijna evenement gebonden is. Nou ja, als er iets niet was, was het evenementen. Mm -hmm. En je kunt dan niet terug. Je kunt alleen maar hard werken en zorgen dat je het blijft managen en er maar geld in stoppen om de verliezen te dekken. We kregen geen staatssteun, want we waren jong. We hadden geen referentiekade van de omzet van de jaren daarvoor. Maar ja, het jaar daarvoor draaiden we misschien nul omzet met, 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 met drie mensen. Maar we, inmiddels hadden we 80 mensen met, met 10, 20 miljoen euro omzet. Ja, en dat werd niet... Gesteund door de, door de overheid. Dus dat moest ik zelf gaan bijleggen. Dus ik heb er inmiddels ook een investeerder bij genomen. Je moet dan creatief worden en andere uh, manieren bedenken om het bedrijf staan te houden. Maar we konden niet meer terug. Ja, en dan kun je twee dingen doen. Je kunt er heel veel uren in blijven pompen en jezelf kapot werken. Ik had inmiddels ook nog uh, in 2016 is mijn, uh, mijn eerste dochtertje geboren. In, uh, Afgelopen oktober uh, mijn vierde kindje. Mm -hmm. uh, dus het is ook nog eens een keer thuis heel erg druk. Het uh, <laughs> is ook een bedrijf van <laughs> zich. Ja, het is echt een bedrijf van zich. Dus ook dat eist wel gewoon je verantwoordelijkheid en je tijd. Ja, En dan komen al die rare marktfactoren maar steeds weer om de hoek kijken. Dan ben je corona uit en dan krijg je het volgende weer. En ja, dan denk je op een gegeven moment, hoe ga ik dit managen? Hoe ga ik dit oplossen? En zelf kom je daar wel doorheen, want je weet waar je het voor doet en je weet waarom je het doet en je weet ook dat het moet en dat het wel weer op een andere manier uh, uiteindelijk opgelost wordt. Maar je kunt het niet van je mensen blijven verwachten en dat, dat, dat raakt je op een gegeven moment het meest. Dat je ziet dat je mensen ook afbrokken, dat je mensen ook op zijn, moe zijn, niet meer lachen, um, het ook niet meer snappen wat er allemaal gebeurt in de markt, je gaat ook zorgen beginnen te maken. Ja, en dat, dat was een hele vervelende periode. En dat, dat raakt je dan als ondernemer ook wel. En dan denk je, hoe ga ik dat oplossen? Want je kunt mensen ook niet extra belonen. Want dat, dat geld is niet, want je draait verlies. Mm -hmm. Dat verlies is begoten. Ik bedoel, het was het plan gewoon om, om een aantal jaren hard te groeien. En we wisten dat we die toetredingsdrempels door moesten en dat we daarvoor moesten betalen. Alleen dat dan in die marktfactoren er ook bij kwamen, ja, dat was een complete verrassing. Wel een mooie anekdote: toen corona kwam en wij geen staatssteun kregen. Toen kwamen er een, een groepje medewerkers naar me toe. En die zeiden van, joh we weten hoe zwaar het is op dit moment. We weten ook uh, dat, dat jullie er alles aan doen en alles erin steken wat je hebt op dit moment. Uh, wat je vrij hebt, laat maar zeggen. En wat jullie ervoor werken. Wat wij als medewerkers willen doen is, omdat er geen staatssteun is, allemaal een dag inleveren qua salaris. Dus uh, op papier gewoon vier dagen gaan werken, mm -hmm. maar wel vijf dagen aanwezig zijn. En dat deed echt gewoon 98% van ons medewerkers. En dat was echt zo'n bijzonder moment. Iedereen die het kon, die leverde gewoon zomaar 10, 20 procent van zijn salaris in. En dat was een enorm gebaar van de mensen. Dat was ook echt. Dat was echt ja. Mensen zeiden gewoon, we willen niet dat er meer ontslagen vielen. We hadden echt alles al geschrapt. En elk contract wat we niet hoefden te verlengen, hadden we niet verlengd. Maar ja, op een gegeven moment moet je keuze maken of je gaat nog meer on mensen uh, ja, ontslaan. Uh, of je gaat het op een andere manier oplossen. En deze mensen kwamen gewoon aan ons toe en die zeiden, wij denken dat we. Uh, grote groep van de medewerkers bereid kunnen vinden... om allemaal gewoon uren in te leveren op papier qua salaris. Wel te blijven werken, schouders eronder te zetten... en gewoon vol gas die onderneming door te bouwen. Mm -hmm. Maar geef niet op. Geef niet op, Marco Lucas, zet dit door. Ja, dat deden ze en dat was zo'n mooi gebaar. En dat hebben ze geloof ik een maand of nou, twee, drie misschien hooguit uh, gedaan. En toen zeiden we, het is genoeg geweest. We zijn eigenlijk door die ernstige piek van corona heen. Mm -hmm. uh, we gaan ons weer redden vanaf hier... We hebben afgeschaald, we hebben alles eraan gedaan om, uh, om kosten te besparen. Jullie moeten gewoon je salaris krijgen, punt. Maar dat was echt een fantastisch. project. Echt iedereen die het kon, die deed het ook gewoon. En er zijn altijd mensen die het niet kunnen. En die hoeven zich ook absoluut niet schuldig te voelen. Want dat dit al gebeurde was al heel bijzonder. Uh, maar dit had je, hadden wij nooit kunnen durven dromen. En dit had je ook nooit mogen verwachten. Dit was gewoon heel bijzonder. Dus, uh, dan zie je hoe hecht zo'n team weer is. En, en, en hoe je met elkaar toch wel zo'n bedrijf bouwt. Ja. Bijzonder is dat, want dat heb je bij drukwerkdew heb je dat op die manier gecreëerd. Ja. En bij, bij print.com heb je het eigenlijk weer precies, ja. Mis, ja, misschien wel weer een andere ja. manier, maar wel hetzelfde gevoel creëert onder de onder de mensen. Ja, ja, dat was echt bizar. Dat was een, uh, dat was een bijzonder moment ook. Ja. En dan zie je ook dat je op zo'n manier ook wel iedere keer de energie weer vindt om door te gaan. En ook mm -hmm. denk van ja, we gaan echt niet stoppen, want mm -hmm. moet je kijken wat hier gebeurt, joh. Ja. Ja, dat was dat was, uh, dat was echt waanzinnig ik denk dat uiteindelijk gewoon echt de conclusie is van hetgeen wat je nu allemaal vertelt dat het ook gewoon neerkomt op het feit dat een man gewoon echt het gelukkigste is als hij ergens mee aan het bouwen is en ergens mee in aan het groeien is want ja. je zegt van oké okay, ja je verkoopt je bedrijf op een gegeven moment voor een mooi bedrag maar je bent zelf niet meer in het veld actief je kan niet meer vertellen wat je aan het doen bent op feestjes waardoor je er zelf niet eens nee. meer naartoe gaat nee. en uiteindelijk kom je op het punt van ja fuck dit ik wil gewoon weer in het veld staan ik wil actief zijn ik wil ja. bouwen vanaf nul vanaf scratch ja je zoekt toch bepaalde erkenning bij jezelf en bij mensen. En, 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 en vaak ligt erkenning toch in prestatie. Bedoel, mm -hmm. uh, ja. En vaak ligt falen ook in het, uh, in het niet presteren voor jezelf dan hè, dat gevoel. Dus, ja, en er zit een hele dunne lijn tussen. En je merkt gewoon dat als je dat lijntje eenmaal over bent, uh, ja, dan, dan, dan zakt alles weg. Je energie, uh, je lol, uh, alles. En je moet zorgen dat dat niet gebeurt. Mm -hmm. En dan maakt geld niet heel gelukkig hoor, want dan kun je nog eens veel geld hebben en nog eens veel spullen kopen, maar dat is allemaal leeg joh. Ja. Uiteindelijk gaat het om dat je dingen doet die je heel erg leuk vindt. Met mensen, doen die je, met mensen ook die je heel erg leuk vindt. En, en heel veel lacht. En dat, uh, ja, dat, 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 dat. en dat is met geld ook zo. Het delen van geld is veel leuker mm -hmm. als, het, uh, als het hebben van geld. Mm -hmm. Als je in de kroeg een rondje geeft, dan geeft dat je vaak veel meer voldoening klopt, dan. Uh... Klopt. Ja. Behalve de volgende dag dan denk je wel zo, ik had misschien een paar rondjes minder moeten uitdelen. Wacht, ja, dan dat ik hoort... met je eens. Dat <laughs> ja. hoort er ook wel bij. Mm -hmm. Oké. Okay. Um, ja, super inspirerend uh, verhaal, sowieso. Wat wij altijd doen in, uh, tijdens de podcast is dat we altijd de standaardvraag stellen. Uh, nou, we hebben het van tevoren al even kort over gehad. Uh, thema van de podcast schouders eronder. Ja. Bij jou bekend waar dat uh, vandaan komt, voor vele luisteraars ook. Uh, nu is de standaardvraag, wat was voor jou, kan in je ondernemingsperiode zijn, kan ook in een andere fase van je leven ja. zijn. Echt een moment waarvan je dacht, oké, okay, ja, ik moet nu die schouders eronder gaan zetten. Anders ga ik misschien wel de handdoek in de ring gooien. Ja. Of kan het een hele andere kant vallen. Ja. Nou ja, dat was denk ik bij het Deal uh, wel het moment dat, uh, hè, dat ik dat, dat een afscheid had genomen van mijn kompion. En uh, echt door moest met de club. En dat de club ook door had, dat dat een zware periode was geweest. En ik weet nog dat ik toen van de mensen uh, dat ik toen door de mensen bij elkaar geroepen werd. En... Uh, ik dacht van nou, wat, wat, wat gaat er nu gebeuren? Hè? Ik had net mijn computer uitgekocht, zware periode achter de rug. Dat wist iedereen ook wel. Dat zagen ze ook wel aan me. En toen kreeg ik een, een, een glazen long. Uh, en die stond voor longkracht. Dat, was echt een, dat hadden ze voor mij gekocht met z'n allen. Omdat ze mij wilden laten zien dat ze enorm konden waarderen dat ik verder ging met het bedrijf. En dat we gevochten, gestreden hadden. Maar dat we er weer waren. Dat we met z'n allen gingen doen. En dat was voor mij echt het moment dat ik ook zei van jongens, vooruit en door. En bij Print.com precies hetzelfde. Natuurlijk dat moment dat, dat die medewerkers hun salaris kwamen inleveren... dat was een moment dat we echt dachten van... Oh, oké okay, jongens, niet de handdoek in de ring, niet stoppen nu. Door, positief blijven. Um, maar pas geleden uh, gaven wij een feest bij Print.com. Een personeelsfeest. En toen werden we op het podium uh, Lucas en ik. En toen bestonden vijf jaar. En, uh, volledig onverwachts. En toen kregen we van de mensen allemaal een boek met een persoonlijke, met een foto van ieder persoon erin met een persoonlijke tekst erop. En ook daar weer met het bedankje van jongens, fijn. We hebben een hele slechte jaren achter. De rug. Heel veel pech gehad. Maar we groeien, we doen het goed. Allemaal dankzij jullie. Blijf dit bedrijf aansturen of niet zoals je doet. Ja, dan dat gaat er echt wel een emotie doorheen. Dat je denkt, van, de fuck, je ziet het zelf niet. Maar het wordt zo gewaardeerd uh, door de mensen. Ja, dat zijn echt. Ja, dat, dat is toch wel fijn als, als, als dat af en toe even gezegd wordt... en dat je even opgehaald wordt door je mensen. Mensen denken altijd uh, misschien... Uh, ja, omdat je de eigenaar bent van een bedrijf... of dat je voor aan de groep staat... en dat je misschien ook niet altijd alle emoties laat zien... dat je heel sterk bent en dat je onbreekbaar bent. En zeker ook als je een bak met geld op je rekening hebt staan... dan krijg je vaak de opmerking... nee, hoofdtoever, ze kunnen jou niks maken... maar ze kunnen je dan juist heel veel maken... Want met hoe meer geld en hoe meer mensen om je heen en hoe meer verantwoordelijkheden komen er ook veel meer zorgen. Mm -hmm. Dus je wordt veel kwetsbaarder. Je wordt veel gevoeliger voor, 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 voor gevaren om je heen. Je wordt veel aletter. En dan is het heel fijn als je af en toe even door je mensen opgetild wordt. Mm -hmm. Even uh, ja, een stukje waardering uitgesproken krijgt. Want dat geeft je dan zoveel energie om dan vervolgens gewoon met uh, driedubbele kracht weer ja. vooruit te gaan. Ik denk ook, want mensen, die, mensen roepen ook heel vaak van nou, als uh, uh, bijvoorbeeld in jouw geval. Die denkt van nou als ik zoveel geld had als Marco dan had ik veel minder zorgen. Maar ja. nee. die mensen hebben denk ik echt niet door hoeveel meer zorgen jij hebt nu ja. dan ten opzichte toen je op, op de markt stond bijvoorbeeld. Ja. Dat verschil is toch... Nee, ik, en ik wil niet zeggen dat je er medelijm mee hoeft te hebben, want ik ben natuurlijk heel blij met dat geld ook ja, en zeker, met het leven dat ik kan leiden. Uh, het, is, het, is, het, het maakt het allemaal veel makkelijker, 100%. En ik heb, ik heb, ik heb niet de zorgen die, die iemand uh, in, een, uh, in, een, in, de, in de achterbuurt bij wijze van spreken heeft uh, om, om, om rood op het plank te krijgen. Dat is verschrikkelijk. Als je die zorgen hebt, dan, 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 dan heb je hele andere zorgen. Dan ligt je van hele andere dingen wakker. Dat is verschrikkelijk. Maar de, 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 de stress en de spanning die, die het ondernemen. als je verantwoordelijkheid voor veel mensen hebt. en ook verantwoordelijkheid ja. voor veel geld. en uh, een groot bedrijf hebt, noem het maar op. Ja, dat is anders. Dat, uh, en ja, nee, ik heb nu ook kinderen. dus ik heb ook de verantwoordelijkheid. om, om, om bedreigingen. En, en dingen die weer met geld te maken hebben. van me af te houden. Dus je, je krijgt hele andere dingen waar je rekening mee moet houden. Je moet, je moet hele andere dingen managen. Uh, die je eerder niet voor ogen hield. Dat is, dat is weleens lastig. Goed, daar vind je wel modus in. Uh, maar het is echt niet altijd de uh, luxe. Soms denk ik echt wel van, ik wou dat ik weer terug kon naar het leventje. dat ik gewoon, uh, dat geloof ik graag, ja. Ja, dat ik dat ik gewoon Marco was. Ja. ja. Maar natuurlijk, uh, het ondernemen verandert er niet door en uh, de persoon Marco verandert er ook niet door en uh, de plezier in het leven uh, verandert ook niet door. Ja, het is makkelijk, uh, maar het brengt ook wel gewoon uitdagingen met zich mee. En, mm -hmm. en, 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 en ja, die zijn die zijn wel eens bijzonder. Ja. Dat is zo. Ja, wat je ook aangeeft daarin is de persoon Marco verandert ook niet door. Uh, volgens mij heb je zelf ook wel eens aangegeven van dat er bepaalde stempels uh, gezet werden op je. Van uh, wat was dat toch? Wat zei je? Wat vertelde je toen in vermogens in Nederland van dat je niet absoluut niet bestempeld wilde worden als uh, 'ik ben het even kwijt' hoor. Ja, ik denk dat ik wel weet waar je naartoe wil. Ja, uh, nou ja, niet als arrogant en uh, in die trant. en dat geldt ook voor mijn kinderen. daar hoop ik echt dat we, ik hoop dat we altijd de normale mensen uit, uit Deventer of uit Baden blijven in dit geval. weet je, het is heel lastig. er zijn gewoon heel veel mensen met een vooroordeel. als ik de Kroeg in ga, heel veel mensen kennen mij wel, maar ik ken ze niet. snap je? dat is hier dan regionale. ik bedoel, als ik namens Amsterdam Kroeg ga, is het helemaal niet toepassing. dat is wel eens lastig. ik word daar heel onzeker van. ik bedoel, als mensen naar mij toe komen en zeggen, ik ken je wel, ja dan dan denken mensen dat dat. Uh, dat ik dat misschien. Nou, prettig vind, wil ik niet zeggen. Uh, onprettig is het ook niet. Maar ik word er wel heel onzeker van. Als iemand. Naar mij te, misschien wel ja, een ik word beetje. er ongemakkelijk van. Ik, ik, ik hoef niet die belangstelling te hebben. Ik, ik vind het helemaal niet fijn als op een verjaardag iedereen mij kent. En op een gegeven moment begint te fluisteren: ja, dat is Marco. Uh, ik heb veel liever uh, dat dat. Uh, ja, dat het niet aan de orde is. Ik ben namelijk gewoon Marco. Ik kom in mijn polootje of in mijn overhemdje of in mijn uh, t-shirtje aan. En uh, dat is niks anders dan als, hoe uh, als, als, als jij erbij staat. Mm -hmm. Als mensen vragen, hebben, moeten ze gewoon lekker naar me toe komen. En uh, dan kunnen ze me wat vragen. Uh, maar ik vind het altijd heel vervelend als ik dan te horen krijg van... Ja, hij zei geen hoi. Ja, nee, ik ken ook niet iedereen. Dan, uh, <laughs> nee. snap je, ik bedoel? Ja. Of uh, hij is heel arrogant, want hij maakt een foute opmerking. Ja, ik ben ook een mens. Ik praat ook uh, gewoon. En dat er, dat er iets tussen zit wat misschien fout opgevat kan worden, is niet zo bedoeld. Ik werk gewoon keihard. Uh, dat doe ik met heel veel liefde. Dat doe ik met heel veel collega's. We bouwen ergens aan. We hebben een droom. Die is niks anders dan voor die andere mensen. Uh, maar ik ga zeker niet op de bank zitten. Uh, op mijn speedboot zitten. Uh, in een vakantiehuis zitten. En niks doen. Dat, dat, dat ligt mij niet. Daar ben ik niet de persoon naar. Daar ben ik ook niet opgevoed. En dat zal ook niet veranderen. Nee. En ik hoop dat mensen dat blijven zien. Ja. En ik denk dat de mensen intern bij ons dat ook wel zien. Alleen, ja, ik heb daar als persoon, en dat zit veel meer bij mij... daar wel eens moeite mee hoe de buitenwereld daarnaar kijkt. Ik, ik vul dat vaak voor anderen in. En dat is de grootste fout die je zelf natuurlijk kan maken. Dat moet je niet doen. Maar uh, ja, dat vind ik gewoon vervelend. Mm -hmm. Oké. Okay. Mooie afsluiter, denk ik. Hoi. Ik, uh, ik ga je bedanken voor je tijd en uh, dat je langs wilde komen. Uh, super inspirerend gesprek voor de luisteraars. En voor mezelf uiteraard, uh, uiteraard ook. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ja, absoluut. Bedankt voor je mooie vragen. En, uh, Graag gedaan. Ik hoop dat je er wat mee kunt. Dat uh, gaan we zeker doen. Succes. Uh, ik ga de kijkers en luisteraars ook weer bedanken. Zoals, uh, zoals gewoonlijk. Abonneer, like en laat even een reactie achter. Dat, uh, dat is goed voor het algoritme. En dan ga ik jullie weer zien bij de volgende. Ciao.